beetje te verstaan zijn. En ja, in principe op de Google Live nu ook, want die is als goed is ook online, zie ik live staan. Dus laat weten als je er bent en of het geluid goed is. AUB. Dus we maken eerst even een test. De vorige keer gingen we de mist in zonder geluid. Test 1, 2. Test 1, 2. Ik zag Sander op de Periscope binnenkomen. Goed is. AUB. Heb jij voor mij goed geluid? Een oké of een nee? Periscopers. Hoe mogen allemaal bijkomen, joh? Ja. Hè? Even kijken hoe het gaat. Ik heb een grappige naam. Hier met het. Ik ook nog even doen. Ze hebben geen cola gehad vandaag. Als je Marie Frasch. Oh, wacht. Ik moet dat hier niet doen. Ik moet dat hier doen. Sorry. Stom van jou. Hoe gaat het hier met het geluid? We zijn nog even aan het testen. Ik, YouTube, oké, hoor ik hier. Kijk. Hallo allemaal, zegt Bart. Hi. Hoi. Wij zijn helemaal klaar voor de live-uitzending, zegt Jeroen. Nou, die zit hier naast me. Ik stap alleen zo in de auto, zegt Sander. Fijne uitzending. Dankjewel, Sander. Beetje in de auto moet je wel je handen aan het stuur houden en je ogen op de weg, hè? Kan je niet mee blijven kijken. Je kan wel je oortjes in, dan wordt het een soort van podcast. Dan gaan we ook proberen wat meer op te richten, dat we, als je het na wil luisteren, zeg maar, dat we het ook een beetje vertellen wat we doen. Zeg maar. Dat is wel de bedoeling. Ja, ja, ja. Prima. Is Coca-Cola de sponsor? Yep. Ja, as always. Ja. Nee, daar moeten we nog mee gaan praten as met Coca-Cola. Always Coca-Cola. Dus, dat moet lukken. Ik heb het nog op geld vervangen, jongen. Dat bedoel ik. Ja, toch? Moet die M&M's er ook bij zetten? Ja, joh. En we zijn gesponsord door, wat is dit, Nestlé geloof ik, hè? Ja. Of was dit nou wat anders? Nou, leuk. Volgens mij is het allemaal goed qua geluid. Dus ik zou zeggen, we gaan een beetje beginnen. Ik zou zeggen, welkom bij Obscura Vrijdagvragen, aflevering 9. En vandaag aan tafel twee nieuwe gasten en één bekende gast. En nou ja, je kan hun vragen stellen over fotografie, beeldmaken en alles wat daar rondomheen te maken heeft. Maar het is natuurlijk leuk als je even zelf kennis maakt met hun. Dus ik ga jullie hun voor laten stellen. Dus ik zou zeggen, Jeroen, begin jij met jezelf. Ik zou zeggen, stel jezelf voor. Ja, nou, ik ben Jeroen Zelle. 30 jaar, fotografeer nu inmiddels bijna 8 jaar. Vooral uit de hand gelopen hobby. Van een normale baan door de week erbij. En veel op locatie werken. Studio ook wel een beetje wat meer. Maar dat, ja, dat begint wel te komen. Dus ja. Leuk, leuk. Ja. En we hebben Inge. Ja, ik ben Inge, 27, kom uit Delft. Dat is lekker dichtbij voor mij. Ik ben ontwerper, designer, stylist. Ik doe een heleboel met kleding, sieraden, adressen zoals je achterstaan. En daarnaast ben ik ook heel actief op het forum op Facebook van Moderne Fotografie System. Want daar ben ik samen met Ruud. Ik weet niet of hij kijkt, volgens mij wel. Ik zag het met Ruud. Straks wel. Dus, hoi, dan, daar, met hem ben ik beheerder op bijna de grootste groep op Facebook. In ieder geval. Had hij het nog over vandaag. Ja. Dus kijk, dus, hoeveel mensen en welke groep is dat? We zaten eergisteren op het 15.000ste lid. Kijk. En Moderne Fotografie System heet het. Oké, okay, leuk. Niet te weinig. Nee, dat is niet het is een aardige klus om erbij te houden. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, echt een beetje een community bijna, zeg maar. Als je het zo, cool. Ja, cool man. Nou, en Mark, we kunnen Mark ook nog even meenemen. Hoe gaat het met Mark vandaag? Nou, vandaag gaat het wel. Ik heb de afgelopen weken wat problemen met mijn gezondheid gehad. Het is nog steeds niet geweldig, maar het gaat al een stuk beter hier vandaag. Maar ja, Mark van Velzen, 37 jaar ondertussen, fotografeer nu zo'n 5 jaar. Ik doe zowel locatie als studiowerk. Ik doe het wel fulltime en ik heb het ontzettend druk. Daarom moest ik heel erg haast om weer hier te komen op tijd, zeg maar. Dus that's for me. Nice. En dan nice. Jij nog, hè? Nee, ik nog. Ja, nee, ze zien mij elke week hier, dus maar jou bijna ook. Daarom. Ik ben Michel Maat, oprichter van Café Obscura. En het idee om vrijdag vragen te doen is 9 afleveringen geleden begonnen. Ik dacht van, we gaan lekker live vrijdag vragen. Een beetje soort met van vrijdagmiddagborrel en dan lekker een cameraatje erop. En dat is inmiddels de 9e keer dat we het doen. En ik doe het met plezier, ik vind het leuk. En ik zou zeggen, stel jullie vragen. Die kan je hier kwijt in de comments bij de YouTube Live. En we hebben daar een Periscope ook nog bij zitten. Dus we draaien nu twee dingen simultaan. En wij gaan jullie antwoorden
geven. En ik zie al één vraag binnenkomen. Ja. Heeft Inge nog een achternaam of een nickname? Ja, dat is gewoon Inge Baas. Gewoon B-A-A-S. Hele saaie achternaam. Maar, en ik ben ook te vinden op Facebook onder Inge Baas Creative Designs. Ja, je bent gewoon de baas. Ja, ik ben gewoon de baas. Maar wacht. Ik zie hier van alles. Van Ruud en van Elwin en... Oh, kijk. Elwin is de held vanavond, want die heeft eindelijk alle linkjes geplaatst. Sorry, wij hadden nog een linkje moeten plaatsen voor de YouTubers. Ja, die staat gewoon op de Café Obscura. Zij zagen alleen maar de oude dingen en niet die van nu. Als je die volgt, dan krijg je een linkje. Jullie volgen gewoon niks. Jullie volgen gewoon niet. Dat is gewoon niet ding. Facebook/Café Obscura. En daar staat in een post, denk bijna bovenaan, staat zeker de link wel. En ik heb hem ook nog een keer in andere dingen gedaan, waaronder ook fotografie-evenementen. De groep, daar staat die ook in. Dus de linkjes zijn er zeker op de dingen. Kan ik hem hier opnemen? Dus jij plaatst het linkje en Elwin is de held. Ja, ik zal. De link kan ik hier nergens snel niet plaatsen. Nee, maar het is gelukt hoor, wat ik las. Dus als het goed is, ben je erbij, Ruud en Elwin. Dus dan is het mooi. Geef het even aan als je erbij bent. Leuk. Nou, vanavond gaan we het ietsjes anders doen dan normaal. We gaan 3 kwartier uitzenden. Dan nemen we even een pauze. Ik denk van 10 minuutjes, het kwartiertje ongeveer. Ik even een drankje doen, ik even naar de wc. En dan gaan we daarna weer verder, nogmaals 3 kwartier. Dan gaan we het ook een keer op YouTube plaatsen. En daar mag je maar tot 3 kwartier plaatsen. Dus vandaar dat we dat eventjes Facebook. Een keer gaan... Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. Maakt allemaal niet uit, toch? Druppel. Nee, ja, Facebook. Dus vandaar gaan we eventjes een testje doen. Dus als jullie mee willen doen met de test, graag. Lijkt me leuk. Dus laten we eens lekker gaan beginnen, zeg maar. Ik zie nog geen directe vragen voor de locatiedingen. Jeroen, wat heb je zoal meegenomen? De laatste tijd wel veel zie is ook dat er veel meer rook wordt gebruikt op locatie. Ik denk dat jij dat ook wel een beetje herkent, meer creatief. Ja. En ik heb een paar voorbeelden eigenlijk meegenomen wat er vooral mogelijk is. Kijk wat hier dingetjes liggen. Wat veel wordt gebruikt ook zijn van die rookpatronen. Gewoon aansteekt. Je kan hem in principe ook bij de camera houden, dan kunnen we hem wat dichterbij zien. Het is een heel klein dingetje, dus vandaar dat ik zei van... Maar... Het is eigenlijk een heel klein rookpatroontje. Steek gewoon aan met je aansteker. En dan heb je ongeveer 40 seconden behoorlijke rook. En dan kan je echt wel een kamer zoals dit wel vol krijgen mee. Maar het is niet heel stuurbaar, dus het is wel heel goedkoop. Volgens mij betaal je 50 cent voor zo'n patroontje, dus leuk om mee te beginnen. En wat laatst ook veel op Facebook was gedeeld... Zodat rook voor blokkade uit de spuitbus. Maar het bestaat al heel lang. Het komt eigenlijk uit de theaterwereld. En het zit gewoon in een spuitbus. Het is heel simpel. Ik weet niet of het goed zichtbaar is op de... Het is iets vertraging. Dus ik recht, je ziet hem wel voorbij komen. En ik blijf zien het hier wat makkelijker hangen. Ja. Vinden die mensen met die... Ik vind mijn dokter leuk. Ja. Longontsteking. Nee, maar dit zo'n busje kost €12 ongeveer. Kan je wel aardig wat mee doen. En als je een beetje stille locatie hebt qua wind, dan blijft het goed hangen. Dus dan kan je wel leuke effecten krijgen met ramen, met lichten. Ik ken het helemaal. Oké, nice. En hoe heet het? Ja, dit heet een Magican. Een magiekan. Maar je hebt ze ook van andere merken. Ik weet niet precies welke het zijn. Dus, cool. Relatief simpel, makkelijk en gewoon makkelijk meeneembaar. Ja, nice. Dus mijn laatste aanwinst is echt een rookmachine op locatie. Er zit een accu in en die kan je gewoon goed gebruiken op locatie. Normaal gesproken heb je vaak een benzinegenerator mee en een rookmachine op stroom. Maar dat is relatief lomp. Kun je het wel eens mee gewerkt? Ja, maar dan nog is die draadloos. Ja. Ja, dat zijn andere, maar alsnog heb je die generator nodig. Als je zo'n hoge output heeft, dat redt dit zeg maar lang. Nou, vergis je nog in dit. Nou. Bij diegene die wij gebruiken, daar worden zeg maar ziekenhuizen mee getest, het hele ventilatiesysteem. Dus in zo'n OK wordt dan zeg maar, wordt helemaal volgeblazen. Ja. En dan gaan ze dus kijken wat de verversingstijd is. Daar zijn ze eigenlijk voor gemaakt, hè, voor brandoefeningen. Ja, dit eigenlijk ook wel een beetje, maar het is ook veel theaterwereld. Dus, deze ook, als je gewoon de stroom aansluit, het is, ik zal niet heel veel doen, maar als je een knop doet, dan heb je toch een aardige... rookwolk snel naar beschikking. Marco van der Lee, hij was wel leuk op de camera. Marco van der Lee zegt, hoe gaat dit om met rookmelders in je gebouwen en dat soort dingen? Moet je voorzichtig mee zijn. De deur moet niet open. Spreekt het ervaring. Daar zit ook een melder. Hij spuit ook precies in de rookmelder. Maar laten we het ook verder. We gaan het even uitzetten.
Nou, dan moet je er wat meer uit. Ik heb hier een keer een shoot gehad met Richard de Borg. En toen hebben we de hele avond lopen spuiten. Toen vond hij hier voor om de gang voor. En er is niks gebeurd. Nee, dat zal het wel goed dus zijn. Dus ik denk dat het ook goed gaat, hopelijk. Dus Richard, nee, als je kijkt. Dat was leuk, hè? Ja, dat koolmonoxidemelders waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel. Dus, maar het is wel dat het af kan gaan. Ik heb het wel eens gehad. En dan stond er brandweer voor de deur. Maar dat was ook een beetje ik heb het ook een foutje. Gehad. Weet je waar ik het had? Dat is nog het allerergst. In podium 013. In Tilburg. Had ik helemaal blauw gezet. Ik denk, daar wordt best veel rook gebruikt, dacht ik. Ja, maar in theater wordt uitgezet. Dan moet het als er geen... ik heb een opleiding gedaan als theatertechnicus. Dus ik kom nog van theater heel veel af. Ik ben er ook een lichttechnicus. Maar daar wordt echt, het moet speciaal uitgezet worden tijdens de voorstelling. Ja, al ik weer. Dus ik sta daar. Ik denk, nou ja, is toch redelijk normaal. Dat was tijdens een trouwerij. Deed ik toen nog. Sorry. Ja, en vraag het al, als je op locatie werkt, vraag altijd van de mensen of het goed is. Ja, wel verstandig. Ja. Laat een heel klein vettig laagje achter, zeg maar. Ja, het blijft nu ook heel mooi hangen hier. Ja, ik vind het wel leuk. Het zo'n... Lekker hangetje, ja. Ik zie hier... jammer dat het mij een kwartier duurt om in te loggen, zegt Ruud de Jong. Goedenavond, Ruud. Hoi Ruud, leuk dat je er ook bent. Laat even weten waarom het een kwartier duurt. Ja. Dan wil ik ook even weten wat je allemaal aan het doen bent. Nou, daarop werken. Nee, vorige keer heel eerlijk. Ik was vorige week, kon ik alleen even meekijken, omdat ik zat met een hersenschudding, had ik weer. Ik liep met mijn hersens tegen mijn kofferklep aan, dus ik lag... Maar toen duurde het ook heel lang met inloggen. Want ik was op YouTube en toen heeft het denk ik 5 minuten geduurd voordat eindelijk zeg maar, het beeld kwam. Okay, dus het kan soms even wat langer duren. Ja. Oké. Okay. Ik zat en zeg, Ruud, volgende keer om 19:45 inloggen. Sommige mensen zijn slim, Ruud. Ja, nee, dat vind ik een goeie. Dat komt van de borrel af. Dat komt dat ik van de borrel af. Oké, nou gezellig. Ik zie hier al Coca-Cola en M&M's als sponsor. Ik zeg, nou, nog niet. Wie weet dat het komt. Nou, als Heineken. Als Ruud zou komen, zou het waarschijnlijk Chateau de Migraine worden. Dan, die houdt wel van een wijntje. Ik zat ook voor niks te wachten. Oké, dus het inloggen gaat wat langer. Nou, dan moeten jullie de volgende keer wat Sander zegt. 19:45 inloggen en dan weet je zeker dat we klaar zijn. Zo kan het ook. Ja, toch? Maar hebben jullie nog interessante vragen op de livestream? Ik had trouwens zelf... ik ben heel erg, want ik ga naar België. Deze dingen ken ik trouwens ook helemaal niet. Jij komt echt met hele leuke dingen aan. Deze zijn worden gebruikt om rookkanalen te testen. Ja, ideaal. Dus, ik heb zelf, ik ga altijd naar, België is vanaf hier helemaal niet zo ver. Dus ik ga altijd naar België en dan haal ik altijd van die gigantische rookstaaf die je dan moet aanstrijken, zeg maar. En daar doe ik het weer mee. Daar doe Dit, het mooie van dit is ook dat je het gewoon snel ergens kan verstoppen. Ja, dat is wel heel... Nou ja, niemand die weet wat het is. Ja. Die denken van, oh, is dat voor een blow? Dan laten ze het liggen hier. Want in Nederland, Het zijn oordopjes, ik hou een beetje... Maar ik gebruik dus van die grote rookstaaf. Als ik had geweten, had ik ze even meegenomen. Sorry, maar ik heb ze allemaal kleuren ook. Want ik gebruik heel veel kleuren ook. Ja, dat is ook mooi. Allerlei verschillende dingen. Ja, dat zijn ook net opties. Dus, maar ik moet wel zeggen, dan nog voor degene die als iemand geïnteresseerd is, dit kost wel bijna €800. Dus, valt die nog mee? Maar is die voor pea-soep ook of niet? Nee, dat is van Smoke Factory. Je hebt ook van Tiny heeft het echt hetzelfde product. Oké. Dus, ik ken toevallig die apparaten nog wel. Ja, maar het gaat wel ongeveer 10 minuten mee op een volle accu. En dan kan je gewoon continu blijven doorblazen. Of gewoon 150 keer 5 seconden. Dus, dat is best veel, kan ik je vertellen. Want dat kan best veel blank uit. Dan kan het wel aardig blank zetten. Het staat hier trouwens nog blank. Ik weet niet of je het ziet op de video, maar het is hier nog best wel... We zitten nog heel erg hangen. De rookvloeistof die erin zit is gewoon heel goed. Je hebt toch verschillende soorten rookvloeistoffen, dus daar zit echt een verschil tussen. Ja, ik had ze inderdaad in verschillende gradaties. Dus de ene was echt thick smoke, de andere was light smoke en dan meer haze-achtig, zeg maar. Okay. Nou, als je dan inderdaad het licht door ramen wil hebben, is die haze heel erg mooi. Dat je dan alleen maar het licht krijgt zo door ramen heen. En de echte smoke, die gebruik ik weer voor andere dingen. Het voordeel van deze is dat je ook gewoon, je laat een assistent gewoon hem in handen houden en aanzetten en ergens rondlopen. En dan heb je een heel mooi patroon. Ja. Want ik heb er dus ook één gehad. Nou, dit valt inderdaad mee. Ja, het is goed. Ik werkte met een zetting, die wel geloof ik 10 kilo. Ja. En dan loop je dan mee. Ja. Maar we konden daar wel een heel bos mee gewoon in één keer onder de rook zetten. Ja, je hebt dan van die dingen op propaan. Nou, dat is niet op propaan, dat werkt weer anders. Maar hier gaan wel van die bussen in. En het stinkt ook enorm naar raketvloeistof. Maar dit stinkt ook heel erg. Ja, ik kan er wel hele mooie effecten mee krijgen. Ja. Als je een heel bos in de rook zet. Ja. Dan krijg je gelijk allemaal ideeën. Freaky en spooky. Leuk. Ja. Hey, hoe doe je dat dan? Maar zeg, dat is wel leuk met ideeën. Neem je dan dit soort dingen ook mee in je idee? Van we kunnen met rook werken, ik kan het aanpassen op kleding of dingen die ik ontwerp daarvoor? Ja, inderdaad, wat hij nu net laat zien, zoiets. Ik had alleen net wat anders in gedachten. Maar ook inderdaad wat fantasy
Maar hoe ik op ideeën kom, ja. Eigenlijk, ik ben heel creatief en ik ben heel erg, ik denk heel erg in beelden. Mm-hmm. Dus ja, Pinterest is voor mij echt een walhalla. Maar ook gewoon internet, of als ik gewoon ergens loop of foto's zie, dan krijg ik gelijk al helemaal ideeën. Nice, nice. Dus, leuk is dat, ja. Met rook ook al eens gewerkt, want ik zie hier allemaal rook voorbij komen. Ik heb een tijdje geleden ook wel, maar dat waren weer andere soorten. Dat waren een soort blokjes die ik, in, die ik moest aansteken. Bijna hetzelfde als die witte. Ja, ja, die had ik net als die kleine, alleen dan waren het echt losse blokjes. Maar voor de rest heb ik nog niet echt met rook nog gewerkt. Je zou enorm op je strot slaan als je het aansteekt. Marco, ja, dat was buiten. Echt heel erg. Ja. Marco van de Lady vraagt, hoe duur kost het ongeveer een uurtje roken? Wat zijn de kosten dat het met ze meebrengt als je een uurtje in de rook wil zitten? Ja, het ligt echt aan wat je wil hebben. Ik weet niet wat jij ervoor betaalt voor die rookstaven. Als ik in België die dingen haal, die kosten een paar euro per stuk. En dat zijn flinke staven, maar dan kun je dus met kleuren. Die zou je eventueel ook nog kunnen mengen. Ja, het ligt eraan of dat je nou in een bos staat. Of dat je uiteraard gewoon ergens binnen bent. Ja. Binnen heb je echt niet zoveel nodig. En dan blijft het gewoon zo'n uur hangen. Want je ziet hier nu nog steeds hangen. Wat hij, dat ene puffie wat hij net deed. Want kijk, weet je, rookmachines kan je echt voor 4-5 tientjes al aanschaffen. Als je gewoon een locatie hebt met stroom. Ja. En bespaar niet op rookvloeistof. Koop gewoon echt even van een goed merk. Ben je al een paar tientjes voor kwijt voor een can. Maar dat blijft zoveel mooier hangen. Ja. De meeste rookvloeistoffen die goedkoop zijn. Die even binnen 10 seconden is het weer wegverdampt. Je drukt 10 jaar mee hoor. Want je haalt gelijk zo'n liter can. Maar daar doe je gewoon 10 jaar mee. Want zoveel verbruik je het helemaal niet. Want wat is een merk voor rookvloeistof? Heb je daar een bepaald merk voor? Of een bepaalde cycle dat kan halen? Ja, nou ik zou sowieso gewoon dat soort dingen halen bij Bachshop. Ja, precies hetzelfde. Ja, daar heb ik ook die zijn gewoon goedkoop. Die hebben echt een grote voorraad. Discotheek. Ja, wat voor merk. Ik denk, ja, je hebt echt voor allerlei soorten merken. Ja, ligt eraan hoeveel je eraan uit wil geven. Want je hebt inderdaad voor 50 euro, daar heb ik ook gewoon mee gewerkt. Het enige is, ja, dan verslijt je er 4 van in een jaar. Als ik in een bos sta, zeg maar. En dan heb je wat duurdere. Ik heb ook overigens, die is heel leuk, een grondhazer. Die is ook echt heel tof. Een grondmismachine. Dus dan heb je dus gewoon normaal rook. Want het is gewoon normale rook die doorheen gaat, maar die wordt dan door ijs geperst. En als dat gebeurt, dan blijft hij dus liggen op de grond. Ja. Dat is wel heel leuk. Je maakt het vaak zelf. Een rook, ijskontje zetten, koelkast of het vriezer en dan gewoon een bak maken, rook er doorheen spuiten. Dat kan ook. Ja, maar dat ding is echt niet zo duur. Nee. En die kun je er zo halen en dan zit er nog een afvoersysteem bij en zo. En hoe heet zoiets? Een grondhazer? Ga zoeken voor je. Geen idee hoe het heet. Nog één keer de prijs, Jeroen. Die vroeg Marco van der Meer. Wat kost dat machientje? Volgens mij heeft mijn hoofd iets van 799 euro. Ja. Dus het is wel prijzig, maar ja, het werkt overal. Het is op accu. Dus het is qua gewicht goed te doen. Ja. Dus zeker wel een aanrader als je echt iets meer mee wilt doen. Top, top. Ja. Xander die vraagt een... is het Xander of is het Sander? Weet jij dat? Welke? Ja, ik zie met een X staan, dus ik zeg maar Xander. Dat is de X. Ja. Anders is het niet X-moments. Kan je die rookstaven niet online bestellen? Vraagt hij. Die zijn online te bestellen, maar dan betaal je wel 2 keer zoveel. Terwijl eigenlijk naar België rijden is een stuk goedkoop. Want als je daar nog even tankt in Baarle-Nassau, dan ben je helemaal goedkoop uit. Maar dan heb je voor niks gereden op en neer. Ja, maar zie het zeker ook niet meer zo duur. Dus het diesel niet. Diesel is ook niet meer zo duur. Nee, dus ja, klopt. Maar benzine scheelt wel veel. Dan scheelt het bijna 30 cent. Oh, ja, wat je veel online kan kopen zijn die stadion rookstaven voor als je hooligan wil zijn. Ik heb ze laatst ook wel een keer toevallig gekeken voor. Ja. 6, 7 euro kwam ik ze online tegen. Ja, daar waren ze inderdaad iets van 6, 7 maar euro. Maar ik weet niet hoe lang die meegaan. Dat is voor een paar euro, man. En dan haal ik gewoon een heel pakket in één keer met alle kleuren erin. Maar ja, belangrijk is gewoon, zorg gewoon eerst dat je alles klaar hebt staan. Dat je licht goed is, dat alles gewoon werkt. En ga dan pas echt daarmee beginnen. En test het dan één keer. Dus het is niet vervelend dan dat je staat van alles is op en ik heb 1 goede foto. Ja. Ruud zegt ook, auto van de zaak helpt ook. Gewoon, gewoon al omdraaien en staan gassen, dan krijg je ook rook. Jij wel, een rook niet zien. Niet iedereen heeft dat. Jammer, joh. Grappig, man. Hey, kijk, er zijn nog geen andere vragen binnen. Rook hebben we allemaal een beetje zo al gehad, hè, met de dingen die we mee hadden genomen qua dat soort dingetjes. Is er nog een bepaalde techniek die je moet gebruiken als je met rook gaat werken? Qua flits of qua fotograferen, waar moet je op letten? Maar in ieder geval niet een hoop voor het model spuiten. Want dan, als je eruit flitst, dan is het een van de witte waas. Dus probeer het echt een beetje erachter, een klein beetje ervoor. Je kan heel simpel gewoon met een kartonnetje even nog wat wapperen, zodat het iets meer richting het model gaat. Maar ja, gooi het niet helemaal ervoor. Want ja, flits die weerkaatst heel goed op rook. Dus, sterker nog, ik heb er gewoon een... die kwam ik een keer ergens tegen. Ik was echt heel lang op zoek naar een bladblazer op accu. Ik denk, nou, ga ik zoeken. Dus toen ineens bij de Albert Heijn
Oh, ik mag geen namen noemen, jawel. Maar de app kom ik toevallig ergens achteraf een doos tegen. Ik zag staan 18 volt. Ik denk, nou, kijk eventjes. Ja. Is het verdomme zo'n ding voor, wat was het, 12 euro? Ik denk, nou, die neem ik mee van Black & Decker, hè? Ja. Dus uiteindelijk gebruik ik dat. Dus dan pak ik gewoon zo'n staaf en dan... rook, klaar. Dan kan je hem heel mooi kan je hem verdelen, zeg maar. Maar het ligt er net een beetje aan wat je wil doen. Je kunt heel erg dikke rook maken en dan krijg je echt... al van die pluimen en dat soort dingen. Maar je kunt ook zorgen dat het heel erg verdeeld is. En dan wordt het meer een haze. En dan wordt het wat meer filmisch, zeg maar. En dat is hoe ik het eigenlijk vaak gebruik. Veel filmischer. Het ligt er net een beetje aan. Ja, en dan kijk ook gewoon naar de locatie van... Hoe kan het worden toegepast? Van, is er een trapgat of iets? Misschien kan je daar dan in gebruiken dat het trapgat komt. Gewoon niet gewoon midden in een plek. Ja. Te doen, want dat ziet er heel raar uit. Dan is het toch van, oké, er zit een rookwalm, maar er is geen reden waarom er een rookwalm staat. Hm. Dus een beetje goed uitkienen waar je het laat lopen, waar het laat binnenkomen. Ja. En... Ik kan zo snel even niet die grondmachine vinden, sorry. Ja, dan kunnen we ook nog in de comments eronder zetten als we het een keertje vinden. Dat, precies. Komt ook wel goed. Hey, ik snap de grap niet zo van, ik rij wel mee, auto van de zaak. Ik niet, ik wel. Komen jullie hierheen of zo naar de vrijdagvraag aan tafel? Gezellig. Wel, gezellig. Is dat de bedoeling? Op tafel. Dan wordt het een drukke bedoeling. Ja. Dat wel. Nou, en als ik zeg maar op locatie bezig ben, ik heb heel wat vermogen nodig om vaak wel wat beelden te kunnen maken. Je kunt het uiteraard met je gewone opzetflitsers doen of wat dan ook. En dan ga je dus meer in het strobiste gebeuren in. Maar ik zit regelmatig in de schemering dat ik aan het gieten ben. En in de schemering heb ik namelijk zelf alle controle over alle lichten en zo. En dan gebruik ik, geen M&M's, ook, maar net even anders, een gewone echte flitser. En dit is gewoon een flitser met een bouwensvatting. En deze is 700 watt. En die wil best nog wel flink aan de gang. Hij is totaal draadloos. Dus het werkt ook gewoon op accu. En die accu's die wegen ook helemaal niks. Dit ding weegt zelf eigenlijk ook niet zo heel erg veel. Alle lichtvormers passen erop die ik zeg maar heb. En het is aan en gaan. Zo noem ik het dat tijd maar. Oh, dit is degene die ik vandaag heel veel heb gebruikt. Ik ben de hele dag, ik ben vandaag voor een Dutch Beauty Academy bezig geweest. Ik heb zo'n 800 foto's gemaakt op een kwart vermogen, dat weet ik nog. Dus zo lang doe je dus ook met zo'n accu en ik heb nog steeds flink wat pads, flink wat vermogen over. En het fijne van deze flitsers is de herlaadtijd. En dit is op een achtste en dan kan ik gewoon lekker blijven schieten, zonder probleem. Ja. Erg prettig. Leuk spul. Modellicht. Hebben we ook nog. Ik denk, je gaat even flitsen. Ja. Ik zat er wel over dicht halsen van. Mooi lekker bezig. En je hebt ook nog wel van die andere gekke dingen. En hoe heet dit? Wat is dit voor een type? Dit is de Fox Flash. 680. Fox dit is zelfs met stroben en zo. Dat soort gekke dingen kun je ook nog doen. Ja. Leuk voor als je epileptisch bent. Ja. Ja. Hou maar op. Ja. Flink wat vermogen. Het kost natuurlijk ook wel wat. Dat is het andere nadeel van dat soort dingen. Maar in een koffertje, het is totaal draadloos. Zit een draadloze zender bij. Kunnen zelfs high speed gebruikt worden. Want ik gebruik zelf heel veel high speed dingen en zo. Ze kunnen in slave configuraties gebruikt worden, noem maar op. Dus ik ben daar zeer content mee. Ja, nice. En wat leggen we ervoor neer als we zo'n kop willen hebben? Plus de Fox Flash 680 is volgens mij nu 550 euro, als ik het goed heb. Oké, okay. Zoiets. 550, 599 euro, zoiets. Nee, voor een draadloze flitser valt me dat nog best wel... Ja, want de tegenhanger hiervan is eigenlijk de Profoto B1. En die kost wel eventjes iets meer. Ja. Ik denk die hier rond de 15 of 18 zit. Ja, 1700 euro geloof ik. Ja, dus dat is wel even het grote verschil. En dan vind ik dit toch leuk, want hier kan ik er een paar van verslijten. Als het nodig is, in plaats van zo'n B1. Ja. Maar ja, ik heb ze nog niet versleten. Dus ze doen het nog steeds. En ik heb er een aantal van. En het is ideaal. Dus je kunt echt overal je lichten opstellen. En rook erin blazen ergens in een bos en gaan met die banaan. Ja, en ik heb er altijd een andere oplossing mee. Kijk. De Galdox. Het is eigenlijk gewoon een accu. Want je kan inderdaad zo'n nieuwe kopen. Maar vaak hebben toch mensen de studioflitsers die je wel graag wil houden. Ja, snap ik. Dus hier zit er gewoon... aantal stroomaansluitingen op 3 stuks op dit geval. En valt onder de generatoren over. Ja. Dus gewoon een generator. Precies, dus een grote accu zit eronder. Ja. En dus hier kun je drie flitsers inhouden met stekkers. Ja. Ja. Stekkers. Dus hier zit gewoon een... dit is de accu. En die kan je gewoon verwisselen. Als je nog een extra erbij koopt, dan kan je gewoon doorgaan. Dus werkt eigenlijk ideaal. Ja. Dus hier ben ik wel heel tevreden over.
Dus voor als je echt bestaande flits hebt en je wil niet gelijk over op een andere kop die draadloos is, dan kan je dat gewoon hierin verwerken. Ja, nice. Klopt. Ja, en hier haal je ook wel met gemak 400 flitsen uit met twee flitsers op 400 watt. Dus op zich... ja, dat is voldoende capaciteit. Deze is volgens mij dit is 800 watt. Je hebt zo nog een 400. En nog andere merken zijn er ook nog wel. Ik heb zo'n Tronix gehad. Ja. Ja, Tronix had een nieuwe versie van hun versies op lithium-ion. Die heb ik als een van de eerste in Nederland heb ik ze hem gehad. Maar hij is teruggestuurd. Want ik was er niet tevreden over. Nee, er zijn meer mensen die dat hebben gehad. Dus ja. Dat is niet heel raar. Nou, het is zonde. Want het is eigenlijk ideaal. Ja. Het is niet alleen maar voor je flitsers. Je zou ook eventueel je laptop gebruiken. Nou. Ja, ik ben een weekje naar Dordogne geweest afgelopen jaar. En dat was het ook van soms buiten. Het was zo lekker weer aan buiten editen. En dan schakel je hebt een knopje zitten en dan zit je op normale modus. En dan gewoon je laptop inprikken en alles meenemen en alles aanzetten. Telefoon opladen. En ja, er zit ook USB-aansluiting op, dus je kan alles opladen. Oké, okay, nice. Ideaal. Ja, en ik had hem ook echt tot de test gebruikt, want we gingen op een gegeven moment shooten bij het zwembad. En het licht ging, het werd al wat donkerder. Instellicht aangedaan van mijn flitsers, de 300 watt halogeen. En ook nog gewoon door blijven flitsen. En ik heb bijna drie kwartier lang hem aan kunnen hebben. Meisje. Toen pas viel hij uit. Kijk, sorry, maar ik zag hem net niet gaan. Ja, hij zegt ook, hoe lang gaat zoiets mee voordat hij leeg is, was de vraag. Die kwam net ook al voorbij volgens mij. Ja, zag ik hem net niet. Het verschilt natuurlijk wat voor flitsers je erop zet sowieso. En, ja. Maar ik moet zeggen, twee flitsers op 400 watt. Ja, het verschilt. 200, 300 flitsers soms iets meer. Maar het is net hoe hevig je mee omgaat. Maar daar is eigenlijk behoorlijk krachtig, dat wel. Heel prettig. Ja, hier zit LED in. Dus ik heb de hele dag ook gewoon mijn instellicht aangehad. Ja. En het zijn hele kleine accu's en daar heb ik altijd nog een paar extra van. Nee, dat vind ik wel zo makkelijk. En die, het is heel erg. Maar ook op vol vermogen gaan ze gewoon 500 flitsen mee. Ja, kan er niks aan doen. Ideaal. En ze wegen niks. Het is allemaal lithium-ion. Dus is leuk als je door de douane moet, heb ik gemerkt. Ik ken het. Ja, dus tegenwoordig haal ik ze er allemaal uit en die gooi ik in een aparte bak. Zodat, dat zijn accu's. Dat snappen ze dan, anders denken ze dat het drugs is. Nou, je wordt echt gewoon opzij genomen. Ja. En, ik ben gefouilleerd jongen in Venetië toen ik terug Ik had hetzelfde. Ik was ook van Venetië geweest in februari vorig jaar. Ja. En ik had toen een Edegon Quadra geleend. Ja. En dat was ook echt zo van, kom maar opzij. Alles uit, alle kabels eruit. En ik had alle kabels in de handbagage zitten, alle accu's in de handbagage. En je kon het mooi zien op de röntgenfoto's. Allemaal ronde staafjes erin. Dus alles werd uitgecontroleerd. Dat is echt lullig, maar je wordt echt gepakt. Dus zorg dat je het apart hebt ergens. En als je dit soort accu's zorg dat je certificaten bij je hebt van de accu's. Ja. Dat was het. Ja, of dat je een tekening hebt dat je kan laten zien dat er allemaal... Is vaak voor lithium-ion moet je eigenlijk certificaten mee hebben als je vliegt. Oké. Okay. Dat is een goede tip. Die kunnen we als tip van. Want die heb ik hier niet bij. Ik zag Johnny ook net binnenkomen op de Periscope. Johnny te Haven. Gezellig. Ah, John. Yes, yes. Ja. Nou ja, dus het is een goede tip. Als je op vakantie gaat, neem je papieren mee. En, op shoottrip. Dat soort dingen. Ja, op shoottrip. Ja. Want er zitten staafjes in die lijken op staafjes die ook. Ja, en ze zitten natuurlijk bang op met dat het kan ontvlammen eventueel. En dat soort dingen. Dus als het niet gecertificeerd is, dan kan je nog wel eens in problemen komen. Okay. Bijt je wel. Ja, dus... Ik begrijp het, nice. Ik weet niet, die grote accu staat nu voor jou, dus zie je bij jou bijna niet meer. Dus ik weet niet of jij dat nog leuk vindt, zet je hem lekker naast je. Als we nog een keer vragen over hebben, dan komt hij gewoon vanzelf terug. Ja, precies. Zijn er nog vragen over het draadloos flitsen, laten we zeggen? Want anders dan gaan we gewoon nog een vraag stellen aan Inge natuurlijk. Die, die is er ook vanaf, hè? Ja, die kunnen we eventjes doen. Ik zat even te denken, misschien is dat leuk als we dat dadelijk in het tweede deel doen, misschien, of niet? Ik want we zitten nu op een half uurtje ongeveer zo'n beetje. Dan doen we het even af met wat we nu aan het doen zijn. Dan beginnen we het volgende gedeelte gewoon met jouw creaties en dat soort dingen. Dat is wel leuk. Dan hebben we nog wat om naartoe te werken, dus dan krijgen jullie daar nog terug misschien. Ja, en ik had nog wat voor de hoeveelheid rook. Ik heb een keer met een model, hadden we onder de jurk hebben we de rookmachine gezet en dan de onderuit laten komen. En het is ook gewoon, je moet heel erg... uitproberen met hoeveel rook je nodig hebt. Want daar was eigenlijk maar een heel klein beetje rook nodig. Het was een soort doorzichtig stofachtig, dus het kwam ook heel mooi doorheen. En daar hadden we eigenlijk maar een heel klein beetje nodig. Want het was, de meeste tijd waren we eigenlijk gewoon aan het wachten totdat de rook weer weg was. Ja, inderdaad. Je moet gewoon ook echt niet een te krachtig nemen. Of eentje die je kan dimmen. Ik heb wel mensen gezien met 1200, 1400 wat rookmachines gewoon in een studio. En dat is gewoon één puff en dan staat alles plank. Ja, dat is inderdaad ook gewoon 300, 400 watt is echt meer dan voldoende. Dus het effect is heel gaaf, maar... Want deze ook ongeveer 400 watt komt hij mee overeen. Dus dat
Ja. Nice. Nou, ik heb net nog even ingetikt. Ik denk dat ik even tikken van plaats doen. Maar als er nog vragen zijn, je kan hier vragen stellen aan Jeroen, Inge of Mark. We maken beeld, fotografie en we maken beeld qua kleding om het leuk aan te kleden. Dus mocht je vragen hebben aan hun, stel ze gerust via de chat op de YouTube Live of op de Periscope. Daar kan je ook gewoon vragen instellen. We proberen ze allemaal mee te nemen en ja, we gaan daar op antwoorden als we wat hebben voor jullie. Nou, Wendy Appelman die luistert ook stiekem mee, begrijp ik. Kijk, zie ik net staan. Dat zie je op de... Ja, die heeft gereageerd op de foto die ik had geplaatst op Facebook. Cool, cool. Vraag voor Mark. Ja, ik zie wanneer komen er weer studio workshops? Oh jongen, ik heb het zo vreselijk druk dat het heel erg moeilijk is om dingen in te plannen op dit moment. We zitten wel in de planning. Dus dat komt wel weer over, ik denk binnen een paar weken. Want ik zit echt nog eventjes tot hier met ander werk. En dan ga ik inderdaad weer mijn kennis met jullie delen. Dat is wel de bedoeling. Overigens staat de eerste... Ik wou het zeggen, wil je hem helemaal delen of niet? Dat het goed is, ja. Ja, er staat nog niks online, maar we hebben al wel datums geprikt. Ja, we hebben data geprikt. Dus uiteindelijk komt ook op de Obscura site te staan wanneer de workshop even kijken, uit mijn hoofd 6 maart, zondag 6 maart, 20 maart en 3 april. Ja, en dan hadden we 6 maart hadden wij een Photoshopdag. Dat wordt dus echt puur voor Photoshop. Dan hadden we die week daar, of die 2 weken daarna. Dat is inderdaad camera en licht. Dat is inderdaad camera studio workshop. En... dus dan gaan we echt puur met het licht aan de gang in de studio. Ja, en 3 april was Glamour. Glamour, ja. Dan gaan we dus met de nudes aan de gang. Dus als je ooit in je leven gewoon een mooie naakte vrouw wil hebben geschoten en het ook mooi eruit willen laten zien, dan zijn jullie van harte welkom uiteraard om je daarvoor op te geven. En dat komt, als het goed is, deze week ergens op de Café Obscura site. Ik wacht met de site op, laat maar zeggen, de site krijgt een update. Die gaat naar update 2.0 en dat zou deze week zijn. Daar wacht ik even op tot dat allemaal rond is, voordat ik weer nieuwe content ga plaatsen. Anders, want als dat fout gaat, dan heb ik dat voor niks geplaatst. Marco, die workshop waar ik het over heb, zeg maar, dat is ook specifiek voor portretten. Dat is ook een stukje fashion uiteraard, maar echt daarvoor is het ook bedoeld. Dus precies denk ik wat jij een beetje in je hoofd hebt. Van hoe ga je nou je licht gebruiken, maar hoe stel je ook je camera in om die portretten zo te krijgen zoals ik het krijg. Ja. En hoe ga je in kleinere ruimtes om met het licht? Want het is natuurlijk leuk als je ergens een lamp neerzet, maar dat dan in die leuke witte studio's, zoals hier, dat je dan één lamp daar neerzet en dat het licht overal is. En dan ga ik je alleen maar leren dat als je daar je lamp neerzet, dat het licht ook alleen daar komt en niet overal. Dat is een beetje de bedoeling. En op die manier kun je heel mooi bepaalde portretten maken. Ja, dat komt op de site. Als die update is geweest, wil je al meer op de hoogte worden gehouden, kan je nu naar de site toe gaan en kan je gewoon je inschrijven voor de nieuwsbrief. Er staat onderop de pagina, kan je helemaal naar onder scrollen. Daar staat abonneren op Obscura Nieuws. Als je daar je e-mail achterlaat en je naam, dan krijg je sowieso van mij een bericht als die workshops online gaan. Dus, en de rest van de dingen die we doen. Dus hou je sowieso op de hoogte. Ik zie volgens mij ook via Facebook dingetjes binnenkomen. Dus ik ga even op Facebook doen. Dus misschien kan Mark nog een leuke vraag stellen. Ga ik even Via YouTube komen nog. Ja, ik zie nog een vraag van Eugène. Dat is ook iemand die ik die ik goed ken. Die vraagt over de rook. Wat prefereert men met flitsen van de rook? Van voren verlichten of van achter? Of ligt dat gewoon aan het situatiegewenste effect? Ja, ik denk dat we er wel beide wel mee eens zijn. Dat het ligt echt aan de situatie. Het is net wat je wil bereiken. Ja, maar heel erg van veel tegenlicht. Omdat je op die manier de mooiste beelden kan creëren. Je krijgt dan van die hele mooie shines. Maar ook als je door een raam het licht laat vallen en je hebt dan zeg maar licht ergens binnen, dan krijg je ook hele mooie stralen. Want licht is niet zichtbaar, maar we maken het zichtbaar. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat ik doe, zeg maar, ermee. Ja, en weet je, als je gewoon echt een grote softbox pakt en vol van voor verlicht, is het gewoon het effect helemaal weg. Dus dat ziet er niet heel mooi uit. Nee. Probeer dan ook gewoon echt de softbox zo dicht mogelijk bij het model eventueel te plaatsen. En ja, van achter is, ik vind het zelf wel mooi als je gewoon echt met één spot werkt. Weet je hoe je werkt? Ja, misschien, ik doe het met een ring. Dan wordt het heel mooi namelijk. Want dan belicht je het zo recht van voor dat het super vet. Ik heb er vroeger heel veel mee gedaan. Laatste tijd werk ik niet zoveel meer met de ring voor mensen die denken van waarom doet het niet meer zoveel. Ik heb een nekhernia eraan overhouden. Aan dat gekke ding. Dus ik doe een beetje rustig aan daarmee. Ik ben het weer langzaam een beetje aan het oppakken af en toe. Maar dat ding is zo vreselijk zwaar, jongen. Ja, maar inderdaad, weet je het van. Als je vanaf achter werkt. Ja. Ja, dat is sowieso belangrijk als je op locatie werkt. Probeer gewoon diepte in het beeld te creëren. Want dat, veel mensen, wat ik gewoon zie, en ik geef wel eens 1-op-1 workshops aan mensen voor werk op locatie. Mensen gaan gewoon pakken een muur en die zetten een model gewoon naar voren. En die fotografeert het model recht van voren. Terwijl als je gewoon de diepte meepakt langs een muur, dan... Maar neem me uit de foto.
Ik ga even kijken, want dan komt hij zo. Iets naar beneden. Nou, ging eigenlijk wel goed. Ja, ja. Zit eigenlijk wel goed. Als je zorgt dat je inderdaad van achter belicht, dan krijg je dus inderdaad het merendeel van die stralen te zien. En dan wordt het licht voor, als je daar gewoon flink bij flitst. Iets meer naar Jeroen toe. Ietsjes, daar? Ja, sorry. Okay. Want als ik hier ga zoomeren, want zij blijft heel netjes belicht. Van de voorkant, terwijl daar ook heel veel rook is. Als je daar gewoon goed in flitst, dus als je mee flitst, krijg je dat op die manier. Maar tegen, dan krijg je dus al die mooie stralen. En dat is eigenlijk hetgeen waar ik het merendeel doe. Dit was overigens tijdens een workshop, vorig jaar. Nee, 2 jaar geleden ondertussen. Nou ja, anderhalf jaar geleden. Was harder praten, tijd geleden. Mark. Harder praten. Was december vorig jaar. En dat was een hele toffe workshop. Ik heb hem 1 keer om te proberen eigenlijk gedaan. En dat was dus camera en light, maar dan at night. Dus echt puur in de nacht. Zijn we ook echt in de nacht gaan fotograferen. Alleen was het -10. En ik probeer daar toch een leukere datum voor te vinden voor het model, zeg maar. Want Laura had het nogal koud die nacht. Begrijp het, ja. Leuk, we zitten zelfs kijkers uit Limburg, uit Zuid-Limburg. Hoi! Leuk, leuk. De groet uit Delft. Terug. Hoi! Leuk, leuk, leuk. Even kijken hoor. De vragen, zijn er nog vraagjes binnengekomen? Jij had net een vraag via de Periscope, zag ik volgens mij nog net meepikken die jij had. Die had jij van Marco, hè? Die, ja, maar die heb ik al beantwoord. Goed zo. Ja. Ik hoorde zag het voorbij komen, maar ik denk, ik ga nog even vraagjes. Zit je op de Periscope, stel gewoon lekker vragen in de chat onderaan. Of zit je op de YouTube Live, stel daar de vragen naast de video in de chat. En dan kunnen wij ze voor je beantwoorden. Ik heb trouwens iets super tofs net, sinds van de week. En vandaag voor het eerst geprobeerd en het werkt uitstekend. Ik heb iZettle. Ken je dat of niet? Ja, pinautomaat. Ja. Ik heb het vandaag gebruikt en eigenlijk... Maar heb jij die draden of heb je de... Nou, ik heb nu de draden, maar ik weet dat ik van de week direct ook die draadloze ga bestellen. Ja, want dan ga ik... Dat zou dus niet doen. Nee? Hoe zou dat? Ik heb hem gehad, maar dan van... De andere, P11. Ja. En dat ding dat is gewoon stuk gegaan. Dat ding geeft storingen, foutmeldingen, Bluetooth werkt niet goed, connecties. Dus ik ben heel naar de iZettle gegaan. Je hebt wel een iPhone? Ja. Oh, oké. Okay. Dus mijn tip, niet doen. Nee? Oké, okay, want ik heb nu een bedraden en die werkt uitstekend. Want dat heb ik vandaag gedaan en dat ging heel snel. En de betaling is nog niet binnen, maar voor de rest gaat het hartstikke goed. Wat een vriendin van mij, die heeft ze allebei. Ja. En ik weet nog niet welke ze, maar die heeft er nooit problemen mee. Ja, maar... Die heeft ze allebei geprobeerd. Bij mij op een gegeven moment is hier ook gewoon, kijk, een melding van device compromised. Terwijl ik echt gewoon een paar maanden niks meer had gedaan. Dan gebeld, ja, nee, hij is buiten garantie en we kunnen hem niet repareren. En doei. Toen had ik ooit wel eens €200 voor betaald, volgens mij. Dat was net in de begintijd. Oké. Okay. Dus toen ben ik maar overgestapt op iZettle en die boden een gratis versie aan. Ja. Maar het handige vind ik van die gratis versie is dat ik heb een collega fotograaf in de studio die... kan ik ook gewoon geven, hier gebruik jij hem. Ja. En met die Bluetooth-versie moet je toch telkens verbinding maken, verbinding verbreken. Ja, dat is waar. En is het handig is van die Bluetooth-versie dat je wel een display erop hebt. Ja, daar ging het mij om, dat zij gewoon zelf die eigen pingo, nou moet ik ze mijn telefoon geven. Maar ik ga een soort van kastje maken, gewoon een klein kastje eromheen maken, dat ik gewoon kan geven, een soort van klein pin-automaat. Ja, eigenlijk zou ik dat moeten doen. Het is pin op locatie. Ja, precies. Maar het werkt uitstekend. Nou, ja. Ik kreeg nog een vraag binnen, zag ik via de Periscope. Gebruiken jullie lichtmeters of gebruiken jullie het histogram? Om te meten wat jullie aan het doen zijn? Nou, eigenlijk... Ja, ik ben wel inmiddels gewoon gewend op zicht gewoon heel veel te kunnen doen. Dus ik kan relatief op locatie zijn van... die instelling moet je gebruiken. Ik heb wel weer een lichtmeter gekocht, omdat ik... Ja, met zo'n accu-machine en misschien... kan je minder flitsen. Als je continu blijft testen met flits... Je wilt eigenlijk gewoon meteen goed weten wat het is. Ja, dus, en in de studio is het ook wel gewoon praktisch eigenlijk. Nooit één gehad. Ik ga er ook nooit één halen. Nee. Ik ben heel erg daarin. Nee, ik werk veel te veel buiten de kaderen om met zo'n ding om te kunnen gaan. Het probleem is dat ik... Picasso deed toch ook zijn eigen ding. En dat deed Mondriaan ook. Die ging in één keer vlakjes schilderen. Of je gaat daar ergens buiten zitten. Ik zit ook heel erg buiten de boot met een hele hoop dingen die ik doe. En zo'n lichtmeter is heel erg leuk voor als je de fotovakschool hebt gezeten. En dat je exact het licht hebt zoals het zou moeten zijn. Maar ik wil niet exact dat licht zoals het zou moeten zijn, want dan wordt het saai in mijn ogen. En dat vind ik zonde. En een foto of een beeld wat je maakt, moet een emotie voortzetten. Dat moet jou een gevoel geven. En ik vind niet dat dat heel erg spreekt als je daar alleen maar met lichtmeter staat en het perfecte plaatje en het klopt technisch helemaal. Want dan is het niet meer het gevoel voor mijn gevoel in ieder geval. Ik spreek alleen voor mezelf, zeg ik erbij. Dus, het is wel een mooie richtlijn om te gebruiken. Van, je weet in ieder geval, als je wat, nog niet zo heel veel ervaring hebt,
is het gewoon een richtlijn van, oké, die instelling moet ik ongeveer hebben. En inderdaad, ga dan gewoon spelen. Maak het naar je eigen smaak. En dat is echt wel belangrijk. Ja. Het is goed om die basiskennis een beetje te hebben, zeg maar. En daarna kan je doen wat je, of je ermee doorgaat. Of dat je zegt, ik ga op gevoel verder, weet je. Wat je weet waar je mee bezig bent. Misschien. Ja, oké. Stom, dat vergeet ik wel eens. Omdat het voor mij gewoon heel makkelijk is. Ja, weet je, als je zoveel op locatie werkt, dat ken ik dan. Op een gegeven moment ben je gewoon ergens en dan sta je gewoon klaar en het is goed. Weet je, dat is het hem gewoon. Ja, en dat, maar dat gaat vanzelf, dat komt vanzelf. Hoe meer je fotografeert, hoe beter dat wordt. En ik fotografeer heel veel, dus dan komt het vanzelf. Ja, en het is heel goed om gewoon, vooral als je in het begin bent, gewoon neem gewoon een prime lens of iets mee en verder niks. Ja. Of een simpel reflectieschermpje en ga daarmee gewoon fotograferen. En ga gewoon het licht gewoon kijken, want er zijn te veel mensen wat je gewoon ziet en dat is echt niet... Ja, nadelig te noemen, maar leer eerst gewoon werken met je ogen. Ja. Dat is echt het belangrijkste. Daar ben ik het 100% mee eens. Dat is een van de verstandigere dingen die ik hier aan de tafel gehoord heb in de afgelopen 9 uitzendingen. Het is echt zo. Leer werken. Leer met ieder ding wat je hebt gewoon goed te werken. En zorg dat je het uitmelkt tot aan het eind. En dat je zegt van, ja, maar nou kom ik er echt niet meer uit. Nou loop ik tegen dus een limiet aan, zeg maar. Kijk, dan wordt het verstandig om het volgende te pakken. En zodoende. Nou, dat heb ik zelf gedaan. Ik heb vroeger een Quadra gehad en een enige Home Ranger. En ik was op een gegeven moment zo zat. Ik heb alles verkocht qua flitslicht. En ik ben gewoon overgegaan naar reflectieschermen. En daglicht en een prime lens. Ik heb allemaal lens verkocht. 1 lens, 85 mm. Verder niks. Ik heb 2 jaar daarmee gewerkt. En nu ga ik weer een beetje opbouwen met flitslicht buiten. Ja, nou ja. Dus, het is toevallig manier. Nog zat achter jou. Die heb ik ook. Heeft gewoon voor demo, voor natuurlijk de meeste kennen dat wel. Ik heb gewoon exact dezelfde. Ja, gewoon de reflectieschermpjes, simpel opvouwbare versies van een paar tientjes. Maar als je echt meer gaat doen op locatie, is het echt aan te raden om in te investeren in een Sunbounce. 100% ja. En die staan hier. Dit is een, ze noemen dit volgens mij de micro versie. Dus er zijn nog wel een van de kleinere. Dit is de mini. Dat is de mini. De mini. Je hebt nog een kleinere, dat is de micro. Ja. En is gewoon een aluminium frame. Hou je heel makkelijk uit elkaar. Bouw je heel snel op. Maar dit staat heel strak gespannen. En dit werkt heel goed op locatie. Ja. En je betaalt wel €200 voor, maar het loont absoluut. Oh, dan heb je wel de micro. Het is heel licht. Ja. California Sunbounce. Ja. En je hebt in de midden kan je nog een stang voor krijgen. En dan kan je echt gewoon met één hand. Eén hand de camera, één hand reflectiescherm gebruiken. Ja, eventueel heb je zelfs nog een klem en dan kun je hem op een statief zetten. Is ook nog mogelijk. Super. Maar ik heb inderdaad één slagje groter, toch? Dan is dit inderdaad een micro en dan heb ik de mini. Ja. Want dat is weer een iets grotere. En ik heb dus ook de micro mini. En dat is dus één slag kleiner. Oké, ja. Maar die gaat mee op vakantie vaak. Ja, want hij past niet in het vliegtuig. In de bagage. Dat vind ik wel een nadeel. Dus ik zat ook te denken van, als ik nou gewoon die dingen door het midden zaag. En ik doe er gewoon een pijpje overheen. Dan lukt het wel. Ja, alleen dan ben je de sterkte is een beetje weg. Nou, als je het goed doet, valt het wel mee. Maar daar zat ik, dat was niet vaak aan zat te denken. Duct tape. En ook wel even alles bij elkaar. Te laten weten, als je deze ziet, en eigenlijk zouden we dit even wat dichterbij moeten zien. Zo zien we ons niet meer, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Ik zal hem iets naar beneden toe doen. Ik weet niet of de structuur te zien is, maar dit is de zebra. Ja, van achter zie ik het wel in een zigzag. Zie je. Ja, het is een zigzag die erin zit, maar dan zowel goud als zilver. Ja, en dat is eigenlijk de enige die je gewoon moet aanschaffen. Ja. Want het geeft net een warme tint aan het beeld. En nou, dat is echt het enige een groot waar verschil. Huidkleur echt huid mee wordt. Het probleem is, met zilver wordt het gelijk weer zo'n witte waas. En met goud dan, is leuk om 9 rinnen mee in te lichten. Ja. En dat was het. Maar voor de rest niet, nee. Ja, en voor degene die mijn werk kennen, al de daglichtfoto's zijn er vaak mee gemaakt. En ik ben echt iemand die helemaal niet Photoshop, dus alleen Lightroom, geen huidbewerking. En dat zie je gewoon erin terug. En dat is echt een groot verschil tegenover een goedkoop reflectiescherm. De structuur was te zien, zie ik hier. Dus dat is gelukkig. En daar ging het dat was even op de YouTube. Op de YouTube is die goed te zien. En deze blijven qua kwaliteit toch veel langer. Want ik heb deze ook al 6 jaar. Ja, er zit nu, één scheurtje in. Ja, maar het blijft goed. En ik heb met... fotoshootdag hadden we enorme hagelbuien en hebben we echt met 9 man eronder gestaan. En zelfs dan gebeurt er nog niks. Maar dus, ik ken het. Multifunctioneel. Geweldig. Ja. Even een vraagje. We zaten te denken aan een pauze na de 3 kwartier. Ik wil even van jullie vragen. Vinden jullie dat goed als we een pauzetje doen? En dat we dan zeggen van
We komen straks terug, of we laten hem gewoon draaien, kan ook nog. Dat is dat we gewoon knippen erin, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Mijn blaas laat het toe om een kwartiertje pauze te nemen. Kijk, nou, tien minuten kan ook nog. Tien minuutjes. Ook goed. Ja? Ik 2 minuten, heb ik net gehoord. Ik laat de camera gewoon draaien. Ik denk dat het beste is, anders moet ik het gaan knippen. En stel vooral je vragen. Blijf gewoon vragen stellen, wij kunnen erin terug scrollen, dat soort dingen. Ja. We kunnen straks gewoon mooi doorgaan met beantwoorden. Dat gaan we gewoon doen. Voorzien, leuke vragen voor mij? Ja, we gaan een paar leuke vragen voor haar. Dan gaan we props en de dingetjes, en die gaan we even doen. 9 minuten max, hoor ik hier. Nou, vooruit. Oké, omdat jij het vooruit, omdat jij het is goed hoor. Nou, het is gewoon ook even een test, hè, om te kijken van wat we doen. En waar ik het voor doe is, op YouTube kan je een 1,5 uur zetten of hoe lang je wil. Maar op Facebook kan je maar per 3 kwartier uploaden. Dus ik denk als we dan even 3 kwartier hebben gebabbeld, kunnen we deel 1 uploaden. En als we nog een keer 3 kwartier babbelen, kunnen we deel 2 uploaden. Om even te testen hoe het losgaat op Facebook als we daar ook de filmpjes op zetten. Dus het is even een test. Normaal doen we altijd in 1 keer doordraaien, maar nu doen we even een pauze. Dus jullie zien ons gewoon, wij babbelen hier gewoon. Mark gaat even naar de wc. Moet gebeuren. Moet ook gebeuren. Dus wij zijn terug over 10 minuten. Iets minder dan 10 minuten. 9. En dan blijft hij, staat nog gewoon aan. Dus Even naar de reclame en daarna vlug. Ja, weer terug. Ja. Nou, ik ga wel eventjes het toilet. Ja. Dus voor jullie kun je ook lekker een drankje pakken. Dat is wij doen hier zo'n drankje. En even naar de wc. Ik vind het eigenlijk wel goed. Ja. Wel leuk, ja. Ik zie op de Facebook kreeg ik net een berichtje van Wendy. Ze zegt, ik ga helemaal stuk hier. Als ik jullie scherm wegklik en dan weer terug ga naar YouTube, dan zie ik alles nog een keer en dan in Turbo voorbij komen. Dus het is erg handig om alles nog een keer te zien. Ja, ik ga nog even kijken of ik nou wel... Grappig, hè? Via de app krijg ik het dus niet voor elkaar. Ja, YouTube is ook heel... die heeft bijna een vertraging van 9 tot 10 seconden, volgens mij. Dus dat is best wel lang. En dan moeten we van werken om dat weg te zien te krijgen. Maar dat heb ik al... Terwijl met Jeroen ook net te kijken, maar dat is lastig. Lastig om dat te vinden. Het blijft een gratis service. Het blijft een gratis service, ja. Ik heb oude berichten gevonden uit 2008. Daar hadden ze een lag, zoals ze het noemen, LAG... van ongeveer tussen de 30 en de 60 seconden. Dus dan is het best een... als je dan een minuut moet wachten voordat alles weer komt... dat is best een heel eind. Ja, je hebt al gekeken naar Facebook natuurlijk live. Maar Facebook live is er in Nederland nog niet, helaas nog niet toegankelijk. Hè. Ik heb wel mijn pagina laten verifiëren. Kijken of dat werkt. Of die dan eerder komt. Maar daar heb ik ook nog geen antwoord op. Dus dat is even afwachten hoe dat gaat gebeuren. Dus ja, even kijken hoor. Koos Fernhout en 2 anderen hebben gereageerd op Café Obscura Pro. Oh, leuk, de Fox-flesjes eronder gezet met de link. Ja, als jullie Café Obscura Pro volgen, is een groep, gesloten groep voor pro-fotografen en beeldmakers. Daar staat de link in van de Fox-flash 680, zie ik net. Die heb Koos erin gezet. Dat is wel grappig. Ik zal ook voor mij rookmachine voor die... spuitbus ook even erin plaatsen. Ja, dit is ook Fles 680 inderdaad. Ja, Koos Verhout heeft een linkje erin gezet voor naar deze flitser toe. Oh, hartstikke goed. Ja. Ik weet trouwens ook, tegenwoordig heeft Fox Flash ook een redelijke Sunbaums-achtige dingen. Maar je had hem in de Café Obscura Pro gezet, de link, of was jij dat niet? Oh, dat was Elwin die hem deed. Oh, bedankt Elwin. Ik dacht dat Mark het was. Ik had Mark alweer bijna de schuld. Maar je geeft mij altijd overal de schuld van. De Pro is een gesloten groep, dus dan zien mensen het om me heen ook niet. Maar hij staat ook gewoon op de Café Obscura pagina. Dus dat... Moet lukken. Ik ruim hem weer netjes op. Dat is wel fijn. Die dingen worden gewoon netjes in zo'n koffer geleverd helemaal. In de rubber. Ik ga hem weer gooien en zo. Komt dat helemaal goed. Zo. Ja, ik heb die flykers zelf eentje lopen te zoeken. Die er staat op de grond voor die. Ja. Die ik ben niet vrolijk anders van. Die zat er niet bij? Nee. Oh, nou, dat heb je wel netjes gedaan, ja. Maar die flightcases zijn altijd duur, man. Ik bouw ze zelf vaak. Ik heb vroeger heel lang flightcases gebouwd, dus dan... Kan je dan ook visuele koffers maken, waar zo'n slotje af is? Wat zei je? Als die nou zo'n slotje hebben. Ja. En die nagels die zijn eruit gepopt, zeg maar. Ik wil nog repareren. Ja, maar wel met moeite, want je bent vaak de structuur weg. Maar dan moet je... Ja, daarnaast kan je gewoon doen. En dan daar? Is dat wel mogelijk? Ja, maar dan moet je wel even iemand hebben die een popnagel op luchtdruk heeft. Ja. Oké. Okay. Als je eens een keer in de buurt bent, moet je me even laten weten. Ja. Ik heb er eentje wel staan, dus... Waar kom jij vandaan dan?
Maar als meer in de buurt. Kudelstaart. Oh, daar valt me Kudelstaart, jongen. Een kutnaam ook. Ik heb een kut verzinnen ook gewoon. Oh ja, gemeente Kudelstaart. Klinkt een beetje als Quinchheul. Ligt hier ook in de buurt. Ja, met carnaval, het heet nu Poel Gilderdam. Moet niet gekker worden, zeg maar. Nee, maar we hebben carnavalsoptocht in ons altijd ook, zelfs door het dorp heen. Nou, dat is toch heel wat in Kudelstaart, jongen. God, man, nu. Nou, maar het is wel heel leuk. Ik moet even dingen aan mijn tijdlijn toevoegen, want ik zie dat jullie van alles... Zie iedereen zit gelijk in zijn Facebook, in zijn ja. Ja, joh, maar ik probeer even te kijken nog wat voor dingen. Ja. Ik ben ook vrijwillig gekleding bij het jeugdtheater en we hebben net vandaag het nieuwe stuk gehoord. Oh, okay. Maar het is grappig dat jij ook wat theatertechniek hebt gedaan, want ik heb het ook wel opleiding gedaan. Maar ik heb het niet afgerond, maar ik heb vanaf mijn 12e tot mijn 22e in de lichte geluid gewerkt in theaters en heel veel dingen ermee gedaan. Dus, ja. Echt heel leuk. Ik heb zelf ook bij het jeugdtheater gezeten. Van toen mijn 8e tot mijn 18e. En ja, daarna ben ik theatertechniek is leuk. Specialisatie licht gedaan. Ja. Met diploma. Ah, bij het jeugdtheater zit ik nu nog steeds. Alleen dan als vrijwilliger voor de kleding. Nou, je leert er ook wel heel veel. Het komt heel mooi. Het verbindt het met fotografie, moet ik zeggen. Je leert er heel veel over praktisch nadenken. En dingen doen. Even kijken. Special effects. Alexander heeft het gevonden. Zo, ja, ook mijn klank. Nu geen ADD-vriend, anders ben ik de Sjaak. Wat heb je nou weer, Sander? En hier staat, ja, gevonden. Nu geen ADD-vriend. Ad-vriend. Ad-friend. Ad-friend. Je kan adden, als friend. Even kijken. Dacht dat hij al... Wat bedoel je, Xander? Wat bedoel je? Wat is jij bedoelen? Wat? Approve. Café Obscura Pro. Eugene Klinkenberg. Kan hij mij niet adden? Ja, ik heb hem al geapproved. Hoe kan dat? Omdat ik gewoon baas ben, je weet toch? Ik ben eigenlijk haar geworden. De enige echte. Als het goed is, kan jij niet approve, of wel? Ja, ik kan approve. Ik doe het net. Heb je het fout aangezet? Heb je mij gewoon als admin gemaakt? Nee, ik heb je niet admin gemaakt. Denk ik. Ik heb niet admin gemaakt. We gaan een spulletje op tafel zetten. Hij is nog niet klaar, daar ben ik vandaag nog mee bezig geweest. En anders pak je ze gewoon één voor één misschien. Dus ja, ik kan je lekker even uitleggen. Zet je weer terug. Weet je wat je daarmee moet doen? Dat moet je nou eens laten fotograferen door Mark. Mark, zeg maar nou niet zo heel veel. We gaan zo weer lekker beginnen. Nog even een korte pauze. Ik hoop dat jullie even naar de wc hebben kunnen gaan. Drankje kunnen pakken. We gaan nu met Inge Baas de spulletjes beginnen. Dus rustig aan. Gaan we weer rustig een beetje opstarten. Ja, komt helemaal goed. Zoiets, dus ik wilde ook nog zoiets met Fort. Maar ben ik 11 euro als die spuitbus. Oké, 11 euro als die spuitbus. Hij is nog niet af, ik ben er net vandaag mee bezig geweest. Nou, hij is cool toch? Kunnen het linkje er onderzetten als het filmpje kijkt in de replay. Ja, ik kan hem wel in de groep gaan zetten. Dat is... Photoshop idee. Nou, ze kunnen echt aan. Het zijn echt kaarsen. Ja, maar het is maar nog steeds... Het is wel, ik zou het ook doen trouwens hoor. Ja, doe ik ook. Foto zou ik het doen. Desnoods, als je nog makkelijker bent, kun je alleen 1, 2, 3, 4, 5 uur aan. En de rest kun je dan opshoppen. Ja. En dat is denk ik nog beter, want anders wordt het onveilig waarschijnlijk. Ja, want inderdaad, het zit heel erg vet nou. Ja. Maar kijk, als je de 5 doet in het midden, dan blijf je ook de... dingen recht omhoog houden. Ja. Dit moet dadelijk ook weer recht omhoog. Die vlammetjes en zo. Maar er komt nog dan, ik ga er nog omheen druipen. Anders dan missen we dat mooie allemaal. Dat wil jou gewoon hier zo. Bij de dingen. Is het gelijk het hele beeld in de slag? Kijken, zo kan het wel, toch? Ja, die maakt wel echt gelijk alles. Die kun je beter als je die naar hoger zet hier zo. Wacht even. Ja, die kan je hoog achter mij zetten. Dus die kaarsen de boven. Ja, dan kan ze straks even naar voren. Maar je mag hem ook gewoon naar voren zetten hoor. Ja, dat lijkt me de goede. Dan staat hij precies achter hem, maar dan bovenop die. Oh ja, hij kan hem ook opzetten. Ja. Dat is ook wel vet. Michiel, zet hem op! Dat lijkt me leuk! Hap, hap. Kijk. Ziet er goed uit. Is wel zwaar. Ja, ik ook net. Dan voel ik ook eens een keertje hoe dat is als model. Oh, maar ik voel prikkeltjes.
Kan dat? Ja, daar zit aan de binnenkant zitten. Oh. Dingen. Je hebt geen haar. Je hebt, dus, ja, je hebt wel haar, maar... Mies, lachen naar het vogeltje. Ja, dit is leuk. Die kan erop. Oké, top. Ja, nu eentje zonder. Zonder handen. Nu eentje zonder handen. Zonder handen. Oh, shit. Woe! Ik ben niet... Ik glijd echt in. Jij moet echt je hoofd stilhouden. Daar ga ik nog wat op bedenken. Met die klemmertjes. Oh, vast goed. Ja, ben je er klaar voor? Ja, de... Goma. En daar gaan wij... ja, ik heb er een aantal. Goed. Ik denk dat dit fout gaat zo. Nou, maar als hij dadelijk in één keer. Ik heb hem vast. Hem vast. Helemaal goed. Yes. Dan is hij dadelijk in één keer, ligt hij in één keer op de grond. De rest kan niet zo heel erg. Mooie, goede haren. Er zitten wel prikkertjes in. Ja, dat is waar. Wat is het? Is dat dit gewoon alleen? Ja. Ah, dus meiden moeten gewoon afzien als ze een diadeem dragen. Dan maar als je nog meer haren hebt zoals ik, dan blijft het daarin. Blijft het in hangen. Dus moet inderdaad toch wel gaan bedenken dat hij wat stabieler. Ja, misschien wat tegenwicht. Misschien wat, naar voren. Wat tegenwichten zijn. Ja. Want het is jammer dat we dat niet helemaal. Jij moet eigenlijk gewoon even een keertje een beetje opzij. Ja, joh, dat komt goed, maar we kunnen hem ook daar in het midden zetten, hè, op die witte plank daar, zo, dan kunnen we het goed zien. Dus, ja, ik pak ze er gewoon bij als. Ja, zeg jij maar met welke je wil beginnen, zet je hem gewoon lekker daar. Ja, nou, ik had niet specifiek uitleg wel ook bij. Sander zegt, eigenlijk is het wel heel leuk om te kijken. Tussen haakjes de pauze. Niet meer als iedereen in zijn telefoon zit te kijken. Ja, ja, ja. We zitten kijken om vragen te zoeken. Ik krijg hier ook voor mijn stagiair gelijk. Hey, Michel, zit je Facebook te checken? Bedankt voor de live. En staat je goed? Staat je goed, hè? Eugène zegt, duct tape verbonden, ja. Ja. Alles mee hebben. Ik heb respect voor dat vrouw. Die dingen steken, man. Ja. Ik heb al eens een keer op hakken gelopen, dat moet ik zeker niet live zeggen, denk ik. Oh, jawel, dat is ook, dat is ook vorige week nog. Dat is ook een soort van pijnlijk, zeg maar. Dus ik, dit is weer eentje die op lijst gaat. Het is uit. Pijnlijk, je moet mooi zijn, hè? Nou, hakken doe geen pijn, alleen die hele hoge. Ja, het waren echt hele hoge. Ja. Dat was toevallig een down in dezelfde maand als ik. Ik zeg, hey, dat wil ik nou eens een keertje, proberen. Nee, ik weet niet of het platvoet was, maar wel in je maat. Ja, ik heb gewoon een heel klein maatje. Ik heb gewoon maat 39, dus ik kan bijna alle schoenen aan van die meiden. Dus ja. Ik loop regelmatig even op hakken weg natuurlijk. Om laat zien. Er is hier maar één diva. En dat ben ik. Ken je hem of niet? Weet je nou wie het is? Oh, kijk, Ruti zegt wel dat de vertraging al stukken korter is dan in de eerdere uitzendingen. Dus dat is mooi. Oh, dat is top. Even kijken hoor. Is dat niet decodeertijd? Uploaden, vertragingen, et cetera. Ja, moet ik even uitzoeken. Gaan we eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Structuur te zien, die hebben we al gehad. Even kijken hoor. Als je er niet live zit, dan heb je niet door dat er vertraging is. Ja. Niet helemaal. Je ziet alleen even op je scherm. Zie je ineens, Jeroen stond er net op om dat ding te doen. En dan zie ik hem ineens echt een paar seconden later zie ik hem pas opstaan. Zeg maar. Dus daar zie je het wel in. Of hij spoot de rook en ik zat te kijken en ik zie die rook ineens komen. Dat zag er best wel, best wel grappig uit. Vet man. Mijn broertje zit ook mee te kijken, zo te zien. Nou, gezellig. Hoi, mijn broertje, gezellig. Dankjewel voor het approven. Nou, dat heeft Mark gedaan, zag ik net. Maar Ruud zegt nu pas respect voor vrouwen, vraagteken. Nou ja, voor dit soort dingen. Ik heb sowieso respect voor vrouwen, maar ik bedoel, met dit soort dingen, die je vaak bij de... je hebt zelf niet door dat wat ze allemaal op de hoofd hebben, hoe zwaar ze het hebben tijdens een shoot. En als je dit soort dingen dus even op hebt, heel kort, dan heb je iets, oké, die staan de hele tijd bij zo'n shoot met zo'n ding op de hoofd. En die moeten ook nog eens een keer leuk eruit zien en een beetje luisteren naar jou wat jij wil. Dus ik, vandaar de respect. Dus nou, ik heb laatst ook een keer model gestaan bij Peter, toen had ik een panty over mijn hoofd. Dat was ook best... Dat ook wel. Ja, helemaal zwarte panty eroverheen. Moet je maar kijken bij Peter Kemp op zijn Facebookpagina. Zijn zwart pak, zwart hoofd, zwarte hoed op. Een coole shoot geworden. Ja, de koning van de selfies is toch wel Richard. Ja, de koning van de selfies is Richard. Met een beetje geluk, maar dat weet ik niet zeker, is hij de volgende week in de uitzending. Dus okay. Wie weet. Dus Richard, wie weet dat volgende leuk. Maar Wendy zegt Michel, als je goed voor de hoofdtooi gaat zitten, dan lijkt het tof. Ja, ik zie het, ja. Alsof je hem op hebt. Lijkt het alsof je hem op hebt, ja. Ik heb hem gepost, dus er staat er eentje online in de Café Obscura groep. Hij is toch niet af, deze hoofdtooi? Ik ben er nog mee bezig. Nee, maar ik denk, ik zet hem erin. Ja, nee, maar... Ik vind het wel leuk. Nou, hij is nog niet af, maar het is eventjes voor het leuk. Nou ja, vertel er eens wat meer over. Ik vind het wel leuk. Wat zijn de creaties en waar ga je ze voor inzetten? Of heb je ze al ingezet? Ja, nou, ik heb al heel lang... Ja, op Pinterest kom ik altijd heel veel ideeën tegen. En ik ben de laatste tijd kwam ik ook steeds meer met van die headpieces tegen. Dus ik had zoiets van, nou, daar ga ik gewoon wat mee bedenken. En ik heb een paar ideeën opgezocht. Ik heb daar een paar teams voor samengesteld. En dan ga ik daar allemaal fotoshoots mee doen. En daar ben ik nu nog heel hard mee bezig om die allemaal te maken. Waaronder dus die met de echte kaarsen.
Die kunnen ook echt aan, die is heel zwaar. Ja, ik heb gewoon allemaal ideeën die ik ga uitwerken, waarvoor ik dan de sieraden doe, de headpieces maak ik helemaal zelf. Ik gebruik de raarste materialen ervoor. Dus die is dan gemaakt van kaarsen en gewoon satéprikkers die ik heb geverfd. Waar ik 10 uur mee bezig ben geweest om ze alleen te verven. Ja, weet je, breinaalden kunnen nemen dan. Dat is plastic. Ja, maar die krijg je weer niet naast en zwaarder, maar het is ook weer lastiger om te verven en vast te krijgen. Want het grootste probleem is, hoe krijg je het vast? Ik ben ook alleen al een uur bezig geweest om te kijken hoe ik de kaarsen vast kreeg. Hoe vaak heb je je al verbrand aan het lijmpistool? Vandaag nog niet eens. Nee. Nou, ik ken mijn vrouw maakt ook altijd van die headpieces en ik weet dat die altijd echt au. Ik heb het wel inderdaad, ik heb wel eens gehad inderdaad, maar vandaag nog niet. Ah, nee. Zo. Ruud de Jong zegt, panty over je hoofd kun je ook in een bank doen. Ja, ja, nee, dat kan ook. Kan, 1 keer. Een bank zou wel het beste zijn. Ja. Doe je wel 1 keer. Ja. Ik zit hem nu pas, ik snap hem nu pas, ik denk dat slaat op die headpieces, maar ik heb hem nu weer... Tegenwoordig, zodra je echt iets maar doet met een bivakmuts of iets, dan staat de politie binnen nood. Ja. Dus, hey, maar het zijn best wel dure materialen ook vaak die je dan nog gebruikt van dit soort dingen. Met al die veren en met sommige wel, materialen. Inderdaad. Want ik weet, mijn vrouwtje doet het dan ook nog wel eens voor de Alphantasy Fair en dat soort dingen. Maar dan echt, daar gaat best nog wel geld in zitten in die gekke dingen. Ja, wat ik soms doe, ik koop gewoon bij de Action en de ding en dat soort goedkope winkels koop ik heel vaak materialen in. Ook inderdaad, als je zo'n band met veren wil, ja, dan betaal je gewoon 6, 7 euro. Of als je echt een goede kwaliteit hebt, gewoon 10 euro de meter. Je hebt vaak best wel wat nodig en dan gaat het inderdaad langzaam, bouwt het zich wel heel erg op. Dus je bent wel aardig wat kosten aan materiaal kwijt. Ja, geloof ik best. Dat wel, ja. Maar het resultaat is voor bulletproof. Ja, tof. En waar kun je foto's vinden van jou waar je dit kan zien, de creaties? Ik heb van mijn headpiece heb ik dan nog geen foto's, daarom komen er binnenkort fotoshoots aan. Maar ik heb opnieuw op Facebook heb ik nog een pagina. Ik ben ook bezig met een website, maar die staat nog niet online. Okay. Daar ben ik nog druk mee bezig, gewoon om nog mijn portfolio gewoon nog even goed op elkaar te zetten. Mm-hmm. Dus het linkje wat ik je had gestuurd in de post voor deze uitzending, daar heb ik jouw pagina bij gezet, als de pagina uit kan vinden. Klopt, dat is mijn Facebookpagina. Die heb ik net afgelopen week helemaal vernieuwd. Ik heb alles eraf gegooid en weer opnieuw erop gezet. Nog niet alles staat erop, maar daar ben ik er ook mee bezig. Er kwam net een vraag binnen van de Periscope. Hoe lang ben je gemiddeld ongeveer bezig per ontwerp? Verschilt. Ik heb deze heb ik in een... Ja, paar uur gemaakt. Maar zoals die met die kaarsen ben ik alleen al 10 uur bezig om het te verven. Dus daar ben ik behoorlijk nou mee bezig. Het verschilt echt. Maar is het dan ook jouw hoofdbaan? Of doe je hiernaast nog iets? Op het moment is het vooral hobby doe ik het. Inge of Ruud vraagt ook van ik heb de intro een beetje gemist, dus misschien kunnen jullie nog even 1 keer de intro doen. Maar misschien, je bent nu toch daar bezig, is hobby. Ja. Binnen de intro had jij, ik ben even kwijt wat je had gezegd, maar misschien kun je nog een keer erbij halen. Ruud heeft de introductie gemist, zeg maar. Dat was En Ruud, voor mij geldt in ieder geval dat het niet fulltime baan is. Hoor. Ik heb een normale vaste baan erbij. Het is eigenlijk uit de hand gelopen hobby voor het weekend. Dus, Anders moeten we de herhaling kijken, Ruud. Dat kan ook nog. En Inge maakt de mooie pieces, zoals je ziet hier zo, hè? En dat soort dingen. Ja, daarnaast maak ik ook kleding. Ik heb een heleboel sieraden die ik ook vaak gebruik voor fotoshoots. Ja, dus hebben jullie daar vragen over, dan kan dat ook allemaal, die beantwoord Inge. Ja. Vragen over fotografie kan Mark en Jeroen beantwoorden. En als hun het niet weten, weet ik het altijd wel. Grappig, hè? Les best. Nee. Dus stel steken vragen die te maken hebben met beeld maken. Hè? Dat kan dus zijn met de fotografie, maar ook met het beeld maken. Met het creëren van mooie pieces, zoals wat jij, wat jij doet. Ja. Even kijken hoor, een vraag voor de dame. Als je shoot doet met zo'n headpiece, met zoals je zei, bijbehorend team, heb je dan een beeld voor ogen wat het resultaat moet worden? Of is het dan freestylen? Ik heb meestal wel een soort basis voor ogen. Maar ik wil nooit hetzelfde beeld wat ik vind helemaal namaken. Ik wil er wel mijn eigen draai aan geven en sta ook open voor inbreng van de rest van het team.
wat dat betreft ben ik heel vrij en laat ik ook gewoon iedereen zelf met dingen komen. Zodat ook iedereen uiteindelijk wat eraan gaat hebben en dat niet alleen voor mij is. Juist heel leuk als iedereen zeg maar iets inbrengt in een shoot. Dat vind ik bij mijn eigen shoot ook, maar zeker bij dat soort creatieve dingen. Hoe meer input van alle kanten, hoe verbluffender zo'n resultaat wordt. Want er zit dan iets van iedereen in. Dus daar zit er toch een stukje emotie. Zeker bij vrije werk. Ja, precies. Ja. Iedereen is sterk in zijn eigen ding natuurlijk. Ja. 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 Maar daar laat ik ze ook altijd wel in hoor. Dus een stylist laat ik ook echt gewoon puur de styling. Ik zal even foto laten zien van wat ik van plan ben met die kaarsen. Dat is ongeveer het idee wat ik nu aan het uitwerken. Ik weet niet of dit gaat goed. Dit gaat goed. Dus, ik moet nog heel even wachten met... Wat ik wil uitwerken. Wel iets dichterbij. Ja. Ik kan nog een klein beetje dichterbij. Het is dus totaal nog niet af, maar ik ben er hard mee bezig. Ja, nice. Ja, krijgen we een goed beeld wat het gaat worden, ja. Top. En dan zie ik zoiets en dan krijg ik ook alweer 1001 ideeën. Ik zie al hele dingen voor mijn neus. Ja. Nou, ze zijn ook altijd te huur of ik ben ook altijd beschikbaar om gewoon nog voor fotoshoots ook om erbij te zijn. Dus, Leuk. Goed om te weten. Bericht sturen. Ja. Ik ben voor heel veel in. Ik maak ook dingen op maat. Ook headpieces. Dus gewoon bericht sturen en dan... Super. En dan kun je eigenlijk doen het makkelijkst dan via de Facebook. Ja. Nou, wat ik al zei, de pagina die staat bij de post op de Café Obscura pagina. Dan kan je naar haar pagina toe. Kan die op tafel iets dichterbij, want daar valt zo weg in de achtergrond. Nou, zet hem in het midden en dan zie je hem goed. En dat die witte plank een beetje zo. Gaat dit zo? Ja, dit gaat prima. Ja, er zit een echte skull op, een echte ree. Kijk, een beetje zo zitten, dan zit ik aan deze kant erbij. En jij zit er nog in beeld, zie ik. Ja, gaat goed. Yes. Volgens mij. Het is een echt skull. Hij ligt alleen in de onscherpte op de periscope. Ja. Maar goed. En de periscope is die een beetje in scherpte. Ja, misschien als je iets dichterbij zet, zou kunnen. Die andere is hier nog in vertraging, nog aan het verhuizen naar de juiste... Ja, niet te ver, want dan zie je de... Niet te ver. Ja, zo. Ja, zo is het. Ver, maar zo ver. Ik ga wel dichter bij Jeroen zitten zo. Ik kan alleen nog kijken of dat het misschien helpt. Als ik... Er eentje bij zit aan, zo klik. Nee, juist uit, denk ik. Ah, uit, ik denk sorry. Dat het dan mooier wordt, of niet? Sorry. Nee, valt mee. Je ziet het gezicht, zie je iets beter. De piece zelf... Pies zelf maakt niet uit. Nee, pies man. Nee. Nou, kun je het proberen. Ja, toch. We hebben tegenwoordig een mooie uitzendlamp. Oh, dat hebben we ook weer geregeld. Dat doet die maat. We hebben een maat, we hebben een baas. Poppetje, ik ging nu pas in beeld. Ja, inderdaad. Een hele lange vertraging. Pas nu ging je naar voren. Oh, leuk. Dus nu gaat het licht doen. Super. Op YouTube dan, hoor. mooi werk krijg je te horen. Dankjewel. Ja. Leuk. Nou, als jullie nog wat vragen hebben over headpieces of hoe dat zit, ik kan het vertellen uit ervaring, want ik heb net dat ding opgehad. Dus zeg, het is zwaar. Toppie. Ja. Inge wordt deels verborgen zo. Ja, dat kan. Ja, dan moeten we een beetje zo. Ga ik een beetje zo, jij een beetje zo, naar Mark. Dan zitten we zo. Naar Mark zo. Dan zitten we zo. Oh, wat beter, spannend! Oeh. Jeetje! Zie je dat? En nu zijn we beter te zien. Zo. Ja. Ja, even een flashfox erop, Mark, zegt hij. Fox flash. Ja, dat zeg ik. Even kijken of je op zit te letten. Kan wel. Maar, dan, maar dat flitsen, dat is zo kort. Dat is ook iets. Die fox flash heeft zo'n korte flitstijd. Sorry, geen sluittijd. 1/11000ste van een seconde. Dat is ook ideaal. Dus je kunt echt dingen bevriezen, zeg maar. Marco van der Lee zegt, zet maar weer naar achter, dan zien we iedereen weer. Hij schuift een stukje hier aan de microfoon. Als je hem naar de microfoon schuift, dan gaat het wel goed. Of ik zet hem achter me zo. Maar je wisselt even om. We wisselen wel even met een andere. Nou, die vind ik inderdaad ook wel echt super mooi. Laat je hem eerst even in het begin een beetje dichtbij zien. Dan kunnen ze het even zien. Draai dat doet nou, rondje voor de camera. En dan draaien we daarna weer terug. Dat zeg maar. Vertel er wat bij. Is ook leuk. Ja, wat kan ik hij, mag hem, hij mag een beetje meer achter naar die witte plank. Ja, naar die witte plank. Dan zie je hem ook bij de periscope goed. Ja, toppie. Ja, ook een satéprik is gebruikt. Alleen zwart gewerkt. Voor de rest, ja. Kan ik erover vertellen. Ik dacht dat sterretjes waren. Als je ze dan aansteekt, dat het ook... twee keer voem, alles in brand. Ja, dan houdt dat... Het kan wel, dat is wel weer leuk. Oh, dat is wel leuk. Maar ik denk alleen dit is wel brand. Maar dan heb je meer... Dit is waarschijnlijk brandbaar, dus... Ja, en dat doe je maar één keer. Impregneren met... Nou, cool. Ik zie nu alleen de achterkant natuurlijk, maar ik zie hiervoor dan wel de voorkant. Ja. Gewoon, ja.
En deze pieces zijn al ergens op een foto of juist nog niet? Dit zijn nog deze zijn nog allemaal niet op een foto. Okay. Daarvoor ga ik dus binnenkort mee aan de slag. En dan komen ze ook gewoon op mijn Facebookpagina en op de website. Dus dan... Ja. Nou, het was beter te zien toen hij dichtbij was. Klopt, de bovenkant van het headpiece wel. Ik zag het ook al op de periscope, maar... Nou, we kunnen wel iets naar voren zetten, maar... Het is, laat maar zeggen, als je even de bovenkant ziet, laat je even de hoe heet dat? De details erop. Zien, de details. Look at the details. They are magnificent. Ja, het is wel een beetje vaag. Ja, hij blijft vaag, hè? Het is scherp. Ja, het is oude iPhone waar het op gedaan wordt. Zo beter dat niet? Gaat hij nou wel scherp zijn dan? Ja. Ja, nu wel. Ja, ja, nu iets meer. Iets lager. Ietsjes lager. Iets tikkie. Hoger. Zo links, iets naar rechts. Nee, maar dan heb je in ieder geval een beetje een idee erbij. Ja, ja. Je ziet het mooi met vol met bloemen en zo. Ja, ja. Oh, ik ben ook stylist, kijk. Even mooi. Ja, het zit weer helemaal top. Ja, ja, ja. Hey, jullie als fotografen, hoe doe je dat? Hoe zoek je ook wel eens dit soort dingen? Of hoe heet dat? Laat je dat maken ook? Ja, het is lastig hoor tegenwoordig. Het zijn er wel wat die het doen, maar vaak vragen ze toch nog wel geld ervoor. Maar soms, ja, je gewoon reageren op oproepjes. Ja. In verschillende groepen natuurlijk. Dan, ja, klopt. Dus, maar het is vaak heel moeilijk om te vinden. Ja, klopt. Nou, met de headpiece die ik heb, ben ik vaak wel makkelijk om die uit te lenen. Vaak wil ik er wel graag bij zijn, omdat het toch, ja... Delicaat sommigen wel. Zijn toch heel kwetsbaar en zeker, ja... Toch ook kostbaar. Dus dan wil ik er zelf ook vaak bij zijn. Ja. En dan kan ik ook gelijk de hele styling doen. Maar als ik echt iets op maat moet maken voor fotoshoot, dan wil ik er wel ook vaak wel geld voor. Ja, dat ik dan is, toch gewoon zelf... Ja, ik kan er niet zelf altijd ook wat mee. Dus dan... Nee, weet je, het is ook wel zo, als je een beeld maakt, zeg maar, en weet je hebt het model nodig en je hebt je foto nodig, dan is dat ook wat waard natuurlijk. Om, ja. Het, ja, om dat wat mee te doen. Kijk, als je er allemaal voor kiest van, nou, ik wil een TFP-foto maken en ik wil daar dit op en ik dit op, dan ben je zelf, neem je zelf de keuze, oké, ik vind het wel leuk om een pieces te promoten. Mm-hmm. Dan ga ik daarin mee, dan weet je dat het allemaal niet betaald is, zeg maar. Maar in principe betaalde opdrachten, daar is het gewoon, laat maar zeggen, daar kan je het huren. De speeltuur, dat moet je ook gaan doen. Even kijken hoor, hoeveel sets heb je inmiddels al? Poeh. Die krijgen we van Marco Delay. Is wel een goede vraagsteller eigenlijk iedere keer. Nee, Marco Delay. Leuk, je bent lekker actief. Vaste kijker. Ja, ik heb misschien moeten we eens belonen met een leuke prijs. Bij een, ja, laten we ook eens een keer langskomen. Jubileum, ook leuk. Jubileum uitzending. Ja, je mag ook een keer langskomen, je mag ook aan tafel zitten. Gezellig. Ja, dat lijkt mij nou wel weer leuk. Iedereen die beeld maakt is welkom in de zin van als jij gewoon een leuke beetje vragen kan beantwoorden die online worden gesteld. Je kan mij benaderen en dan kunnen we je indelen op een dag. Lijkt me hartstikke leuk. Elke vrijdag. Ja. Ik zal hem, ja, die even weghalen. Dum, tududum, tududum. Zal ik hem even op het hoofd zetten? Het is wel een beetje zichtbaar. Ik heb deze ook nog. Ja, ik dacht ook eerst dat het een kraag was, even serieus. Nee, dit is ik denk, jullie kunnen als kraag gebruiken, man. Nee, goed. Ik heb deze ook nog. Allemaal kraaltjes. Nou Marco, dan stel je ze hier wel, hoop ik, aan iedereen die aan tafel zit. Ja, dan kan je ze hier, live stellen. Ja. Dus je ziet alleen de witte kruis voorop zien. Ik ben erachter. Ja, geen niet. Ik vind het niet erg. Dus maar hoeveel ik er nu heb? Ja, eigenlijk nog niet zo heel veel, maar ik ben wel heel druk bezig. Omdat ik ook nog wat fotoshoots aankomen en nog een heleboel ideeën heb. Dus er komen er sowieso ook nog een heleboel aan. Natuurlijk, zegt Mark. Ja, nee, tof. Heel gaaf. Ga heel even kijken. Heel mooi spul. Er is geen geluid, zeggen ze bij de... Er zijn er meer mensen die last hebben van dat ze geen geluid horen bij de YouTube Live. Want ik kreeg een dingetje geluid met de vraag. Nee, het is gewoon geluid. Nee, we hebben hier geluid. De signalen en de instellingen staan goed hier zo. Ja, en die ook dus... Ligt het aan jou? Eventjes een keertje als het geluid goed is op de YouTube, alsjeblieft. Nee, geluid hier goed op de periscope. Marco, jij kijkt vaker op de periscope. Is het nu beter of slechter dan voorheen? Want ik heb nu de microfoon eruit getrokken en hetzelfde. Ik kan rechtstreeks op de iPhone. Ik zou graag horen of je het beter hoort of goed hoort. Laat maar even weten. Hey, maar kom jij dan ook wel eens op de Elf Fantasy Fair, op LVA en op Castle Fest en dat soort dingen? Absoluut. Okay. Daardoor ben ik ingerold.
ik ging er zelf altijd heen nog toen, eigenlijk, toen ik echt nog in de Kotka-periode zat. Ja. Met de Kotka Fantasy Beurs, was mijn eerste beurs. Oh, ja, daar komen we weer helemaal op eigenlijk. Ik sta in februari sta ik met een kraam, dus er zijn ook alle headpieces mee. Dus die zijn dan ook te koop. Dan komen wij wel eens even kijken. Want ik ben altijd met Chantal, mijn vrouw. Een vraagje van Jamie Crazy West of zo. Wat stond er? Crazy West. Toffe headpieces, zegt ze. En wie zijn jullie allemaal, vraagt. Dus zij tuned waarschijnlijk net in. Dus even sneller. Jeroen Zelle van Fotoshoot op locatie. Ook, veel op locatie werken en af en toe in studio. Misha Maat van Café Obscura, waar je nu naar zit te kijken. En we hebben... Ik ben Inge Baas. Ik ben van eBay Creative Designs. Ik ben ontwerper, stylist en ik maak ook headpieces. Ik ben gewoon heel creatief met mijn handen. En Mark van Velzen, professioneel prutser. Ja, je mag ons vragen stellen. Vragen stellen over prutsen met beeld. We maken beeld, laat maar zeggen. En iedereen die beeld maakt, en noemen we een beeldmaker. En daar kan je vragen aan stellen. En vandaag is het, laat maar zeggen, voornamelijk fotografie op locatie. En wat neem je mee aan accessoires, laat maar zeggen. En Inge heeft ook ervaring met op locatie werken, met fotoshoots, dat soort dingen. Dus vandaar dat het ook leuk bij is. Dus heb je vragen erover, stel ze gerust. Kan via de Periscope en dus via YouTube. En wij geven jou zo goed mogelijk antwoord. Of komen er later op terug, als we het zelf ook niet weten. Dus ik zou zeggen, stel een leuke vraag. Je weet nu wie we zijn. Waarom als ik hartjes geef, zijn ze altijd roze? Altijd en Mr. Pink. Oh, hij gewoon Pinky. Net als Pinky, Reservoir Dogs. Pinky in the Brain. Mr. Pink. Ik geef geen voor. Ja, ik ben slecht zichtbaar, maar degene. Ik zit gewoon een beetje zo. Ik doe af. Je leest een petje. Iemand met blauwe hartjes. Iemand met blauwe hartjes. Wat voor kleur heb ik? Voor mij was dat Marco. Die heeft wel mijn blauwe. Nee, jij hebt gele. Voor mij doet hij het niet op dit moment. Of doet hij het wel? Jawel, hè. Doe het ik zie het in mijn scherm niet, maar... Yellow, dat vind ik nou echt een hele mooie kleur. Ja. Ik ben van roze. Roze, ja. Ook roze dan heb ik het voor jou net gedaan. Ja, ja. Want dan doen we dat. Ja, dat dacht ik al, Mark. Want je normaal ziet het ik niet van klopt. Roze. Maar... Yeah. Even kijken hoor. Laat het eens eventjes bekijken. Prima geluid. Heel soms even een hapertje. Ja, die hapers zijn volgens mij voor de... heeft te maken met de internetverbinding hier zo. Volgens mij als het dan met internet af en toe wat minder is, hoor je het snelste gelijk op het geluid. Zeg maar. Maar ja, dat heb je als je livestreamt, dan gaat het nooit helemaal vlekkeloos. Maar bij aflevering 180 loopt het allemaal vlekkeloos. Dan gaat het zo. Behalve mijn workshops, want die zijn vlekkeloos. Ah ja, maar dat is TeamViewer, dat is heel iets anders. Maar werkte wel goed. Nee, het werkte prima. Ik heb het lag aan mij dat het minder goed werkt om mee te kijken, want ik had geen microfoon thuis zoals dit. Dus ik kon me niet verstaan en dat soort dingen. Kijk nooit TeamViewer op je iPad, want dat ziet er echt niet uit. Ik had de iPad-app gedownload, maar dat was echt terrible. Dus. Nee, was zeker goed. Maar dat, wie weet, we zijn allemaal nog aan het exploren met wat we nu waar we mee aan het opnemen zijn. Dus het kan zomaar zijn dat we ook eens een keer via dat proberen om te kijken of het geluid of de lag beter is. En ik wil in ieder geval ernaar streven dat we op een gegeven moment een lekkere, smoede uitzending hebben waar je het goed luistert, goed hoort en waar je lekker vragen kan stellen. Dat is het belangrijkste, denk ik. Helemaal. Hey, Inge, dus als jullie tips hebben, sorry. Ik heb ook een vraag zo. Stuur ze ook door. Ja? Vraag maar. Ben jij ook mobiel, zeg maar? Dus dat je zeg maar naar plaatsen toe kan? Dat als je een keertje... Dat mensen die je vragen zo van... Hey, Inge, maar jij een mooie headpiece. Die wil ik nou wel eens schieten. Ben jij gewoon met het openbaar vervoer dan? Of ga je met een autootje? Of wat dan ook? Ja, ik heb gewoon eigen auto. Een diesel, dus is het ook lekker... Oh, nog een diesel! Ja, jongen. Ja, daar begon ik net over diesel. Ja, dat dacht ik al. Dus dus lekker... Super. Ook lekker grote auto. Dus past lekker veel in. Ik heb altijd... Dus je kunt met 300 headpieces wel aankomen? Lijkt me leuk. Als ik ze als Elmar het vraagt, of ze heel aankomen, dat weet ik dan niet. Maar dat is wel heel erg uitdaging. Ja, daar ben ik gewoon... Ook leuk voor de mensen om te weten. Ja. Dat het geen probleem is om een stukje te reizen om wat moois te maken. Ja, nee, daar ben ik gewoon... Ik ben gewoon bereid om te reizen, dat is geen probleem. Tof. Ik zit wel af en toe met mijn dochter van 3. Wat leuk! Dan wel oppas voor ze. Ook nog? Ja, ik zorg ook voor de dochter van 3. Je hebt echt een compleet leven al, man. Ik ben 3,5, dus is ook wel leuk. Is een beetje zelf. Ja, 3,5 is het van jullie. Kom ik met mijn 37 jaar, geen kinderen en niks. Lang leef het lol. Ik zat net lamme Frans te luisteren in de auto. Sorry, maar ik ging echt helemaal stuk. Die heb ik ook gehoord. Ja, hoor je hem ook? Die heeft een carnavalshit of zo. Hij heeft er 2. Eentje voor als hij gaat beginnen met drinken. En eentje voor als hij een kater heeft of zo, Nou, het klinkt alle twee net zo kut, kan ik vertellen. Oh, sorry, net zo rot. Net zo rot. Voor de vertraging helpt dat misschien. Het was echt vreselijk. Even kijken hoor. 1-bit glas, maar dan naar de studio. Ja, dat zou wel lekker zijn. Nee, het is hier allemaal nog kabel gebeuren. Volgens mij heb ik 20 up, 20 down.
volgens mij. Dus het is op zich ook gewoon meer dan voldoende voor dit. Maar ja, waarschijnlijk toch af en toe een hapertje. ik zit, wacht even, dat is de vraag. De ding is, ik zit op de wifi natuurlijk met het ding. En ik heb hier een man zitten die altijd van kabels houdt. Ja. Dus kabel. Misschien moet ik er nog een keertje een kabel in prikken om het wat stabieler te maken. Hij zou 3 weken geleden al een keertje zo'n. Ja, ik moet daar een verlopertje voor. Deze laptop is ongeveer zo dun dat je er doorheen kan kijken. En er zit geen aansluiting voor op. Dus ik moet daar eventjes een verloopje voor. Dongle! Een dongle, jongen. Op goed. Maar even voor Sanne, want ik zie je net zo langzaam. Een paar van die headpieces gaan dus mee naar de shoot, de 31ste, inderdaad. Waar zag je Sanne voorbij komen? Nee, ik kreeg een berichtje ook net van hem. Okay. Maar ik zie dus net te kijken dat we inderdaad zo'n shoot hebben gepland voor de 31ste. Sanne shoot, wat ga jij voor iets leuks doen als nou, ik dat met die headpieces. Nice. Met Sanne. Sander. Met Sander die erbij zit. Oké. En dan in de... Ja, we gaan allemaal mee. Sander. Nou, en dan komen jullie daarna... Ja, in de studio daarna. Sander, Dan komen jullie daarna het hier laten zien. Ja, toch? In de uitzending. Dan laten we de foto's zien en dan... Oh, dat lijkt me wel leuk. Als Sander dan gewoon zelf ook erbij komt. Gaat Xander daarmee akkoord? Ik denk wel dat dat leuk is. Met de vertraging erbij. Ja. Dat lijkt me inderdaad wel grappig, ja. Want dan heb je gelijk ook inderdaad een resultaat. Dan heb je iets wat je nu ervoor ziet. Inderdaad. Iets wat gedaan wordt. Misschien zou je zelfs een klein stukje tijdens moeten filmen. Ja, dat we het mee kunnen nemen. Ja. Ja, wie weet. Nee, iets van voor, midden, na. Dat laat ik aan jullie over. Dat vind ik ook wel leuk. We maken ook, gaan we video's maken van dat we een dagje meelopen met beeldmakers, zeg maar. Als ze bezig zijn met iets te maken. Dus ik kan met jullie ook meelopen om die dag te filmen misschien wel. Dat kan ook. Een leuke reportage van te maken. Maar dat laat ik even aan jullie over. Even vragen ook of model ermee kort gaat. Ik hoor net 31 mei. Ja, bakstage. Bakstage. Ja. BTS. 31 januari, ja. Leuk. Leuk, ja. Zeker weten. Ja, nog een leuke vraag, Giel. Naar bijvoorbeeld naar Inge of naar Mark, of dat je zegt van naar mij, maakt ook nog niet uit. Van jou weten we alles al. Van jou weten we alles. Alles. Ja, nee, eigenlijk ook niet echt. Nee, dat geeft niet. Nee. Ik denk ik zie wel, nog een vraag van Eugène op YouTube. Oh, ja. Mark, je projectje om de Eiffeltoren in te flitsen. Was dat voor de fun of om de grenzen op te zoeken? Van apparatuur. Ja, het was wel... we waren van tevoren niet helemaal zeker of dat het zou lukken. Want... we hadden wat berekeningen gedaan, zeg maar. We kwamen wel redelijk uit, maar toen dachten we van... Shit, maar we vergeten een paar dingen. En dat is smog. Lichtvervuiling. En je vergeet nog een stukje dat je... Pythagoras, hè? Want je moet natuurlijk iets hoogs. Als je dat inflitst, dan moet dat gaat schuin. En om zo'n punt in te flitsen, dan ben je toch wel eventjes... dat scheelt heel wat meters. En hij was geloof ik... Hoe hoog is dat ding? Ik weet het niet eens. Ik durf het ook niet zeggen. Volgens mij 300 meter of zo. Dus die punt, die heb ik ook echt met een speciale, die heb ik mezelf een beetje erop moeten tapen. Een hele diepstraler. Die hebben we nog dieper moeten laten stralen om zeg maar de punt te kunnen verlichten. Ja, dat was wel nodig. Waarom? Ook wel geen gedoe met de politie of iets? Nee, weet je wat het leuke is? Je doet één flits, pats, en iedereen, komt het nou vandaan? en je ziet het al niet meer. Dus ja, en af en toe doe je zo'n flits en dan ja. Nou, dat was wel heel erg leuk. Dat, zijn dingen die moet je vaker doen. Maar dat heb ik ook al met de Erasmusbrug gedaan. En met de Rotterdam. Dat gebouw. En nog met een... ik heb ook met één Foxfles heb ik het zelfs voor elkaar gekregen. Om de Crown Princess. Dat is een van de grootste cruiseschepen ter wereld. Zeg maar, om die ook in te flitsen. Over het water van de Maas. Was best leuk. Het is gelukt. Daar maak ik ook een foto van. Zat ook ergens op mijn Facebook. Oké, leuk. Ja, misschien ook eens keer leuk om daar eens over te doen, over vermogens te praten van flitsen. Dan kunnen we dat ook een beetje meepikken. Misschien wel, dat is wel grappig. Veel! Volgens mij loopt Xander half achter. Volgende onderwerp, rook al gehad. Ja. We hebben het eerste deel ook gehad. Het is net weggetrokken. Waar hier. Kunnen we die foto's van de Eiffeltoren zien, Mark? Oh, dan moet ik ze even open. Dan moet ik ze even opengooien, denk ik, op mijn Facebook. Want ik weet niet of ik die nog heb staan. De Facebook. Ga ik even kijken voor je. Kijk. Facebook. En Xander voelt enorme druk. Ik zou zeker niet enorme druk voelen, maar moet er nog een pauze in. Als het komt gewoon goed, je moet het gewoon doen. Ja. nog een plaspauze. Nee. Ja. Nog een plaspauze. Ik was er toch al vanaf het begin bij. We hebben het altijd gewoon met rook gehad. Het is al in rook opgegaan, het beginstuk. Ja, dat doet hij goed. Ja, toch? Nee, we hebben het over rook ook gehad. Als je nog een vraag hebt over rook, die kan je altijd nog stellen, want we zitten er nog steeds om het te behandelen. Nou, het staat gewoon in mijn Facebook. Het staat overigens public, dus je zou het zo kunnen zien. In een album of gewoon los? Ja, en dat heet M&M on the Road. Want Mark de Roo en ik, die gingen regelmatig op weg. En dan gingen we dan een Eiffeltorentje inflitsen. Dat vonden we leuk. Okay. Oh ja, dus dat is wel heel gaaf. Dus gingen we, 's middags hadden we de kolder in ons kop. Oké, je moet je voorstellen dat er twee van die heel heftige ADHD'ers bij elkaar zitten.
die op het moment niks te doen hebben. Ik kan je vertellen, dat kan namelijk niet, want dat bestaat niet. Ja, als het goed is, zoiets, hè? Dan. Ik ga eens even kijken. Yep. Maar voor een ADHD'er niks te doen hebben, is zeg maar, ja... Best knap. Dat bestaat niet. Ik dus... krijg nog een hooi van... Ik denk dat het ook lastig is met geluid te verstaan. Dat is ook voor YouTube. Ja, ja, als je daar staat en je praat harder, hier, dan moet je harder praten, want dan praat hij hier in de microfoon. Dus, we gevonden. Hij heeft hem gevonden. Wat doen jullie eigenlijk? We hebben een live show waar je vragen kan stellen aan ons over fotografie en over de decoratie die je gebruikt binnen fotografie. En we zitten hier aan tafel daarmee. Je kan ons live een vraag stellen via de Periscope, dus om zo. Niet met volle mond. Oké, top. Top, top. Ik ga niet meer voor. Oh, sorry. Dus, we hebben al wat verschillende onderwerpen gehad. Wil je dit terugzien, kan het ook. Hè? Als je denkt van, hey, ik vind het leuk om wat er allemaal is gegaan. Je kan terugkijken via Café Obscura. En dan ga je naar het programma. En daar staat de vrijdagvragen bij. En dan kan je alle afleveringen terugzien. Of op het YouTube-kanaal. YouTube.com/Café Obscura. Daar staan ook alle dingen in. We hebben een playlist met alle afleveringen. Is er iemand beroemd gekomen naar jullie? Nee, nog niet. Misschien volgende week. Naar dit programma? Dit. Nog niet, hoor. Ze komen wel. Ze komen wel, ja. En hoe kom je... Nog één keer de vraag, de laatste vraag, want die verdween te snel in mijn hier zo. Er komen binnenkort wat BN'ers aan en er komen wat bekendere fotografen aan en dat soort dingen. Ja. Ja. Dus keep watching. Volgende week hebben we Ronald Koster in de uitzending. Mocht je het eindelijk zeggen? Een leuke fotograaf. Ja, een hele leuke gozer. Ja, heel fijne gozer. Met absoluut. Misschien Richard de Borg, want dat is nog even tussen twijfelachtig. En die neemt misschien nog iemand leuks mee. Dus wie weet. Zo moet ik het opstellen. Hoe komt Krol het idee hem in te flitsen? Nou... Hoe komt? Ja, Krol. Ik vond Krol, hè? Ik denk dat is mijn nieuw woord of zo. Ik ga ja, dit we is gaan het, ook Krol noemen. Dit is het ene grootste wat we gedaan hebben. We hebben zelfs nog iets groters gedaan. Hoe kom je erop? Ja. Gewoon, op een avond reden we door Rotterdam. En toen waren we gewoon... kijken we, ja, we hebben nou die generatoren bij ons. En we hebben flitsers. En hoe zou dat er nou uitzien, zo'n Erasmusbrug helemaal in te flitsen? Nou, toen hebben we daar flitsers neergezet. Zijn we dat gaan doen. En toen ging ik terugkijken en toen zagen we echt gewoon de schaduwen in de wolken gewoon van die brug. Ja. Omdat het zoveel vermogen was. Dus wij dachten echt, dat was eigenlijk best wel vet. Toen pakten we het volgende gebouw en het volgende gebouw. Toen pakten we 5 gebouwen tegelijk. En toen dachten we, ja, nou zo kunnen we nog wel door blijven gaan. Maar ja, wat is er nou groter hier in de buurt wat te doen is? Toen dachten wij van, nou, overtreffende trap, dan gaan we naar Parijs. En dat was dus ineens op een middag dat we dus zaten duimen te draaien. En we zaten geloof ik aan 2 liter cola. Nou, dat gaan we helemaal stuiteren. Toen dachten we van, joh, weet je, we gaan gewoon naar Parijs. En dat hebben we toen opgenomen. Dat is een mega hilarisch achterlijk filmpje geworden. Die online heeft gestaan waar we... waar het trouwens, dat was wel leuk. Bij de fotovakschool, waarbij de leraar zei tegen mijn stagiaire van... En is dat nou een professioneel fotograaf? Zo kan dat toch niet. Dat kan toch niet. Nou, die man die had dus niet zoveel humor. Maar ja, dat zijn dingen die doen we heel graag. Een beetje overtreffende trap. We hebben nog 1 grotere gedaan. Die staat hier niet op. Dat was het allergrootste project. Dat is de Pijlendam geweest. Omdat we daar over kilometers echt moesten flitsen. En dat is gelukt. Alleen heeft Mark die ergens liggen. Maar we hebben niet zo heel veel contact. We hebben het altijd ontzettend druk. Dus ik heb het verder niet zo heel veel meer gezien. Maar die heeft de Pijlendam hebben we nog een keer gedaan. YouTube. Wil dat filmpje wel zien? Is ja, nou, ergens? Hij was er. Maar Mark heeft hem volgens mij offline gehaald. Of zijn kanaal is offline. Dat weet ik niet helemaal. Ik heb hem zelf niet. Dus dan zou ik het eventjes aan meneer De Roo moeten vragen. Maar ik zie hem maandag, geloof ik. Want hij ja, kan volgens ook naar mij kan hij maandag ook naar de live precies, kunnen we het dan even bijeenkomst in Amsterdam. Gelijk misschien leuker voor degene die nog kijken. Aanstaande yes. Maandag hebben we een live event in Amsterdam. In een hele toffe locatie. Rolling Rock Kitchen. The Rock in Amsterdam, Ron Tetro. Hij geeft daar een lezing over zijn 25 of 30 jaar ervaring in de fotografie. En voornamelijk business of fashion fotografie, is het laten we zeggen. En daar zijn we live. Kun je ons aanraken, ruiken, knuffelen, alles. Maak kennis met beeldmakers. We zijn er allemaal. Zou ik niet doen. En volgens mij kwam Mark er ook. Ja, die zag ik ook ergens erop staan. Dus jullie kunnen je aanmelden via de site. Staat er in de shop staat een gratis aanmeldtool. Of je kan je aanmelden via de Facebook bij het event. Waar je klikken dat je komt. Dus bij deze. Hartstikke leuk om jullie daar zijn nog plekken. De hand te kunnen schudden. Even kijken. Wat hadden we gehad?
om die bij jou de uitzending te doen. Ja, prima. Stel hem maar voor. Goed. Ja. Ik zet nog één vraag hier. Ik zit nog op de fiets. Is die ook naar de hand te zien? Ja, naar de hand kan je hem terugkijken. De Periscope is 24 uur na de uitzending blijft hij online, zeg maar. Dus vanaf vanavond tot en met 24 uur daarna kan je hem blijven kijken via Periscope. De YouTube-kanaal van Café Obscura, daar staan alle herhalingen op. En die vind je ook op de Café Obscura-site eventueel. Schrijf je jezelf in voor de nieuwsbrief, geef ik je ook elke keer een berichtje als we gaan uitzenden. Of als we andere events hebben die we doen, of workshops die gaan komen. Dus wil je op de hoogte blijven, is dat ook nog een optie. Zeker. Over dat inflitsen, zie je weer een vraag. Ja. Je zou natuurlijk met een hele lange sluitertijd meerdere flitsen kunnen doen. Kan, maar dan gaat de omgeving ook een beetje overbelichten. Dus dat is niet zeg maar hoe we het doen. Okay. Het is echt in één flits. In één flits. Kijk, ik kreeg ook nog een vraagje. Het ging om de video van maandag. Waar kan ik het terugzien? Maandag ook YouTube, ook de site. En met een beetje geluk, ik neem alle apparatuur wat we nu aan het doen zijn, neem ik ook mee. Gaan we het ook live uitzenden. Dus kan je er niet bij zijn, kan je wel mee live kijken naar vooral de lezing en het praatje, zeg maar. Ik ga niet de hele avond live uitzenden, maar alleen eigenlijk het gedeelte waar de informatie wordt gegeven of waar er een leuk praatje is. Dus kan je er niet bij zijn, dan kan je live kijken, ook weer via dit YouTube kanaal. De linkjes komen ook gewoon weer op de site te staan, dus het komt allemaal goed. Helemaal leuk, man. Vaak ja, stylisten hebben ook trouwens. Ja, vind ik zeker leuk. Ja. Ja. Even kijken hoor. Ik ben er ook bij maandag. Vrouwen. Lekker ruiken en knuffelen. Leuk, Joanna. met de stagiaire. Ja. Nee, ik ruik heel erg lekker. Ik zou verdoezen, deo, komt helemaal goed. Als Richard en Ronald volgende week langskomen, dan is Aad er misschien ook. Nee, Ruud. Sorry. Aad die is, zit volgende week in Dubai. Ja. Ja, Dubai. Ik had hem wel gevraagd en Ronald had hem ook gevraagd, maar hij was op reis helaas. Dus, maar hij zit er nog aan te komen, dat komt echt nog een keer goed. Dus, hij is er bij de eerste uitzending bij geweest, maar dat was echt een flitsbezoekje. De laatste 5 minuten toen we gingen afsluiten. En toen zou hij eventueel langskomen, maar toen was hij wat later. Maar dat geeft ook niet, dat had hij ook gezegd. Dus dat zit nog in het vat. En wat in het vat zit, dat verzuurt niet, zeggen ze altijd. Dus we hebben een leuk programma zitten aan te komen trouwens op vrijdagvraag. Want ik zit even te denken. We hebben nu bijna alle vrijdagen vol. Behalve 12 februari. Dus mensen die nu kijken en die willen komen. 12 februari is er nog plek. Ja, of verzin een leuk daarna, onderwerp. Ja, of een dat onderwerp kan ook wat we behandelen. Daar, daar schiet dit soms een beetje bij. We zetten samen wel eens de bomen van wat zullen we nou eens doen. En welke mensen zullen we nou eens uitnodigen. En dan moet je een onderwerp hebben. En dan moet je toch een beetje die mensen op afstemmen. En daar zijn we nu de laatste tijd mee bezig. En daar hebben we nu 1, 2, 3, volgens mij 3 of 4 vrijdagen hebben we daar nu al voor gepland, zoiets. Ja, ja. En nee, hartstikke leuk. Ja. Nou, misschien is het dan leuk om 12 februari, anders komen we naar mijn studio. We gaan even kijken of ik ook mensen kan regelen. Ja. We hebben het in Alsmeer of in Kudelstaart? Kudelstaart, jongen. We hebben het over gehad. Nee, we zijn al een keertje live geweest op een locatie. En dat is ook nog wel leuk. Hè? Dat we kunnen ook met het hele circus naar jullie toe komen. Ja. En dan gaan we daar aan tafel zitten. En dan doen we daar op vrijdag vragen. En dat had Jeroen ook voorgesteld om bij hem te doen. Dus ik vind het wel leuk. Vind het lijkt me wel leuk om te doen. Ja, ja. Ja? Ja, nee, absoluut. En welkom. Nog als mensen willen komen. Ja. Geld zat. Dus eventueel schrijf gewoon aan. Leuk. Doen we dat. 12 februari. Dus nee, oh, helemaal goed. Zijn er nog vragen tussendoor? Want we zitten hier ook leuk om vragen te bestellen. Misschien hebben jullie nog ideeën voor gastsprekers. Ideeën voor gastsprekers zijn ook goed. Daar sluiten we meestal een beetje mee af, zeg maar. Maar dat is ook prima. Gooi ze tussendoor zeker erin. Als je denkt van, hey, die wil ik een keer zien of die. We kunnen de chat altijd nalezen en dan kunnen we daar weer naar kijken. Je merkt nu gewoon dat er heel veel vraag is ook naar wat we doen op locatie en zo. Dat soort dingen. Ja. Dus misschien moeten we daar een soort verlengde van maken. Want dat krijg je nooit in één uitzending voor elkaar. Er is zoveel wat je kunt doen en zoveel waar je het over kan hebben. Kijk, leuk is dat je nu ook ziet dat er veel op locatie is. Dat we daar ook een training voor zouden kunnen maken. Dus de site wordt ook een site waar een kennisbak op komt. Waar je trainingen kan gaan volgen en workshops. Dus we kunnen op een gegeven moment, als jullie daar behoefte aan hebben, ook een training voor maken. Hoe je op locatie fotografeert en hoe je daarmee bezig bent. In de studio, noem het maar op. Dat zijn ook allemaal dingen die we gaan doen. Vanmiddag ben ik ook in gesprek geweest met andere mensen die ook kennis willen gaan delen, weet je, en dat is leuk. Dan kunnen we een beetje via de site kennis gaan verzetten. En nu doen we het via de vrijdag en dan doen we het echt een beetje gericht op jullie vragen, maar het kan ook zeker in een training of in een workshop worden gezet. Misschien wel een leuke workshop, hoe maak ik een headpiece? Ja, dat kan zeker. Ik ben toevallig inderdaad bezig om dat, dat idee wel uit te werken. Dat zou misschien best wel heel erg leuk, ja, en dat zeker ook. En visagie, in styling, hoe je een locatie opbouwt misschien, hoe je een decor in elkaar zet. Ik kan het zo gek niet bedenken. Het is alles wat beeld maakt, hè. Maak kennis met de beeldmaker. Dus niet alleen maar wij als fotograaf, maar
je hebt alles nodig om een tof plaatje te maken. Rook, ja. Leuke spullen, modellen, props, noem het maar op. Dat maakt het plaatje, hè? Een stukje kennis. Nou, als je geen kennis hebt van wat je in je handen hebt, ja, dan kan je wel een leuke locatie regelen, leuke modellen regelen, weet ik wat. Maar dan komt er misschien geen leuk plaatje uit, zeg maar. Precies. Strak plan om 12 februari aan te schuiven. Kijk, nou, die wil dan waarschijnlijk aanschuiven op 12 februari. Dus dat, je bent welkom. Leuk. Leuk. Gezellig. In Kudelstaart heb ik net gehoord. Ja, helemaal vanuit Limburg komt hij. Zo, serieus? Dus, oh, dat is wel heel erg leuk. Ja. Daar houden we van. Dus aan, iemand waar ik ook veel mee samenwerk. Samen met Richard Wijnands. We gaan ook naar Mallorca dit jaar weer met hem. Dus een leuk klein team. Leuk. Elk jaar naar Mallorca. Zo, dus, Nice. Nou ja, je bent van harte welkom. Ja. We kregen een vraag via de Periscope. Wat is de bekendste productie? De bekendste productie waar je hebt meegewerkt? Ja. Inge, de bekendste productie. Ja. Of de leukste of de laatste kan het doen. De leukste. Nou, waar ik sowieso heel actief mee ben, is voor het Rijswijk Zegtheater. Daar doe ik de kleding voor. En daar ben ik ook altijd heel erg actief. Zijn er met een heel team kledingmoeders die dan altijd de kleding verzorgen. En vaak ben ik degene die daar ook de kleding voor in elkaar zet. Omdat ik een van de weinigen ben die achter de naaimachine kan zitten. dus daar ben ik vaak verantwoordelijk voor de hoofdpersonen. Om die gewoon helemaal aan te kleden. En voor de rest, ja, ik heb tijdens mijn stage ook wel met wat bekendere mensen gewerkt. Maar dat was dan meer vanuit mijn studie lichttechniek. Daar heb ik onder andere met Mariska van Kolk heb ik gewerkt. En ja, maar echt voor de kleding. Ja, ik heb ook diverse fotoshoots al gedaan. Eigenlijk echt een heleboel. Misschien wel een leuke vraag. Met wie zou je nog willen werken? Want wat zou je nog willen? Wat staat nog met wie? Als je dan bekende zou mogen kiezen. Of, De baas van de baas. Ja, de baas van alle bazen. Baas van de baas van de baas. Weet ik eigenlijk niet. Ik heb vooral eigenlijk een heleboel ideeën die ik nog uit wil werken. En dat, ja, met wie, daar ben ik op zich niet eens zo heel erg over aan het denken. Dus als je fotografen die jou benaderen en zeggen, wij hebben een leuk idee, we willen samenwerken, dan kun je dat zeker doen. Ja, gewoon berichten sturen en vragen. Je kan met zelf met een idee komen. Ik heb op Pinterest kun je ook een heleboel ideeën van mij zien. Marco de Lee zegt met jullie natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh, ja hoor. Wij doen met rook en met props en dingen. Het komt allemaal goed. Ja, ik heb een hele grote koffer die ik altijd mee kan nemen. Die achter in mijn auto past. Leuk. Dus ik neem ook altijd heel veel mee naar shoots. Stoffen en kleding en sieraden. Altijd leuk. Ja. Ik zeg zelf ook altijd zo, je kan beter te veel bij je hebben dan te weinig soms. Ja, klopt. Met dingen die... Ik ken ook modellen die dat iets te serieus nemen met vier koffers aankomen, dat mijn kofferbak niet eens meer dicht kan. Die heb je ook. Ja, daarom ook zo'n grote auto. Oh, dat is en ik heb echt zo'n koffer gewoon. Ja. En dan zo groot, waar ik ook altijd heel veel in gooi. Ruud de Jong zegt ook nog een vraagje. Inge is ook altijd heel druk als beheerder van een Facebookgroep, modellen, fotografen en visagisten. Ja. Ja. Dat inderdaad ook. Samen met Ruud. Samen met Ruud. Leuk. En wat doe je daar zoal? Wat doen we daar zoal? Ja, we houden heel goed de oproep in de gaten. Wat komt er binnen? We hebben toch best wel eisen aan de oproepen. Wat erin moet staan, wat er niet in mag staan. Om gewoon de kwaliteit van de groep ook hoog te houden. We screenen ook iedereen. Ik zie ook bij een heleboel andere groepen dat gewoon iedereen maar iedereen mag toevoegen. Dat hebben wij niet. Wij kiezen er echt zelf voor. Om zelf iedereen te screenen. We kijken naar het portfolio. Het is niet zo dat je echt professioneel moet zijn. We laten ook mensen die het gewoon voor hobby doen, die laten we ook gewoon toe. Maar je moet wel duidelijk kunnen laten zien dat je iets met fotografie doet. Of nou als model is, of fotograaf, stylisten, wat dan ook. Maar we kunnen wel zien, als je alleen maar foto's van je kat of je hond of je vrienden erop hebt staan, ja, dan hebben wij zoiets van, ja, heel erg leuk, maar dan laten we je niet toe. Omdat we wel gewoon de kwaliteit hoog willen houden. Je moet wel echt iets met fotografie te maken hebben. Simpel. Ja, dat klopt. Hartstikke goed, juist. Als ik even kijken of ik het linkje kan vinden, dan kan ik het voor jullie posten in de... even kijken hoor. Nee, die is niet. Dat zijn te weinig leden. Ja, ik zie het. Is het zo, modellenfotograaf? Ja, maar als je gewoon modellen al doet, dan kom je er al. Dan is het gelijk de eerste. Ja, deze is echt wel heel groot. Ja, 15.000 leden. Ik zie mij op de Facebook met kaars op mijn hoofd. Wat grappig. Leuk, hè? Wat ben jij? Weet je dat al? Nee, ik zie het, ja. Ik zal hem in de groep posten. Dus als je serieus bezig bent, dan kan je daar op aanmelden. Heleboel mensen zijn er ook al lid van. Ik zelf ook. Er staan er een heleboel, kan ik je vertellen. Ja.
Ja, 15.000 man en er komen gewoon heel veel oproepen voorbij. En dit, soms is het ook wel interessant. Ik kijk wel eens mee met oproepen van anderen. Dat ik denk van, oh, wat leuk. Ja. Wat een mooi kind, die moet ik hebben. Ja, nou daar is van, we hebben onlangs de regel gedaan dat we ook geen algemene oproepen toelaten. Want als iedereen maar zijn portfolio gaat delen, ja, dan vallen de echte oproepen vallen dan weg. Dus het is wel echt de bedoeling dat je echt met een moodboard komt. Ben je beginnend model of fotograaf en heb je nog niet echt ideeën en ben je er vrij in? Kom met gewoon één voorbeeld en zet daarnaast erbij van joh, ik ben ook bereid om andere ideeën uit te werken. Maar echt oproepen van nou, ik ben die en die en ik wil dit doen of ik doe dat. Ja, dan hebben wij zoiets van ja, dat kan gewoon niet. Als een heleboel mensen dat gaan doen, dan is gewoon het, ja, raken wij gewoon de draad kwijt. Begrijp ik. Ja. En lees goed oproepen. Ja. Ja, heel goed lezen inderdaad, want er worden heel vaak ook eisen. Ja, zet ook duidelijk neer. Ja, er staat ook altijd, wat bij ons ook vereist is, voor commerciële oproepen moet er ook altijd de vergoeding beschikbaar zijn. Het moet niet zo zijn dat iemand er geld aan verdient, maar wel gratis modellen of fotograaf wil. Ja. Dat accepteren wij ook gewoon niet, want daar moet iedereen er gewoon wat aan hebben en iedereen moet wat aan kunnen verdienen. Nee, 100%. En, maar TFP accepteren we ook gewoon. Leuk, super. Ja. Hartstikke goed. Ja. Absoluut. Nou, dus ik heb de link erbij gezet, dus als jullie een keer kunnen leuk kijken. Kan je kijken, gelijk toevoegen? Ja, we hebben weer leden erbij. Ja, we moeten even screenen, hè? Eerst even screenen. Het is nu 15.026, yeah. Nou, we krijgen soms gerust gewoon 20, 30 leden per dag erbij. Ja, okay, ja, dat kan best wel. Of in ieder geval oproep. Ja. Klinkt als mijn Facebook. Ik wou dat zo hard ging af en toe, ja, nee. Ik sta vol, dus ik krijg er nu niks meer bij, dus dat is wel handig. Kunnen ze alleen mijn pagina er nog maar bij pakken. Ja, dus ik sta vol, mocht je me willen toevoegen. Helaas. Dus dan wordt het alleen mijn pagina erbij liken. Dat is toch prima, dat is leuk. Ja. Nou ja, goed, leuke vraag van Ruud, toch? Om in ieder geval leuk om aan te geven dat het er is. Dan kun je daar ook eens naar kijken. En dan dat je niet alleen maar met dit bezig bent, maar dat je gewoon helemaal algemeen meer met fotografie bezig bent. Dat is denk ik wel heel leuk om te weten, ja. Ik denk dat het toch wel belangrijk onderdeel is tegenwoordig van de fotografie sociale aspect. Ja, klopt. Nou, het is ook heel erg leuk. Ik ben dan vanaf het begin ben ik er al bij deze groep. Dus zijn nu net ruim 4 jaar bestaat die. En het is eigenlijk begonnen als een klein groepje vrienden. Om gewoon als netwerk, klein netwerk. En we zijn dus na 4 jaar zijn we dus nu uitgegroeid tot een heel groot professioneel netwerk van 15.000 mensen. En dat is gewoon ook heel leuk om te zien als ik dan terugkijk naar de eerste berichtjes. Dat was gewoon heel anders dan wat je nu langs ziet komen. En vooral ook... het niveau is gewoon zoveel hoger. Nice. Dus het is ook heel erg leuk om gewoon dat terug te zien hoe dat is gegaan in een korte periode. Ja, leuk. Leuk. Super. Ja. Nou, wie weet kan je nog de herhaling van de uitzending erbij zetten. Dat je zegt van, hey, ik ben live op tv geweest en ik jullie kunnen kijken. Ja, dat doen we niet. Dus hebben we de neutraliteit een beetje kwijt. Oké, dus ja. Dan ben je dat soort dingen kwijt. Ja, nee, dat had een leuke geweest. Moet nog even overleggen met Ruud of we dat gaan doen. Komt nog goed of je linkje of wat ik vat. Het komt in orde of we linken terug. Dat hebben we nu in ieder geval gedaan via de dingen. Ja. Kom maar goed. Nou, ik zie dat de tijd gaat ook wel lekker door, zie ik. Dus ik lig het een beetje aan jullie. Wat willen jullie nog een beetje doorgaan? Of zeg je van... We zitten op de 21 uur. We zitten precies aan de tijd op dit moment. Ja, zo'n beetje. Het wordt exact zoals we dat normaal doen. Ja, toch? Om 1:30 hebben we nu gehad. Ik vind het wel mooi. We kunnen een beetje afsluiten. Laat in ieder geval achter wie je nog meer zou willen zien binnen de uitzendingen. Dus hier aan tafel. Of dat op welke locatie we het kunnen doen. Dat we daarin gaan. Zoals we bij Jeroen gaan doen. Ik vond het heel leuk dat jullie je vragen hebben gesteld. We hebben leuke vragen om ons oren gehad, om het zo te zeggen. En volgende week hebben we uitzending 10 met Ronald de Koster. Leuk. Gaat over portret voornamelijk, denk ik een beetje. En de lichtopstellingen die je daarbij gebruikt. We zullen deze week ook nog wat dingen erover posten wat er gaat komen. En dan kan je daar misschien nog wat vragen op stellen of je gaat er wat bedenken voor de uitzending. Je kan hem terugkijken op ons YouTube kanaal of op de Café Obscura site, caféobscura.nl. En laat comments achter als je de herhaling kijkt, wat je nu hebt gezien, voor feedback, wat er goed is gegaan, misschien wat er niet goed ging, of wat je wel graag zou willen zien nog eventueel binnen de uitzending. En dan gaan we daar rekening mee houden, kunnen we misschien weer meenemen in de volgende editie. Dus voor deze zou ik zeggen, ciao, bedankt voor het kijken. En jullie bedankt dat jullie erbij waren, ik vond het hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Was heel gezellig. Super, dan gaan we rustig afsluiten. Adios. Doei. Adios. Ook een prettig weekend. Yes, yes. Fijn weekend. Want het is weer weekend. Het is weer weekend. Woehoe. Woehoe. En altijd cola hier. Nooit een biertje of zo. Weet je. Nooit een wijntje. Ja.